Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Morgen. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Erens. Meneer Erens, welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Het is voor mij een unieke beleving om eens tegen de rug van journalisten aan te kijken. De commissie doet onderzoek naar opzet en werking van het hele stelsel van woningcoöperaties, inclusief incidenten die daar plaatsvonden. We willen weten wat er is gebeurd, hoe dat heeft kunnen gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk zijn. En vandaag concentreren wij ons op de casus Vestia. En die casus is ook de directe aanleiding geweest voor deze parlementaire enquête. En met name de bestuurders van Vestia komen vandaag aan de orde. In dit verband wordt u vandaag gehoord als getuige, meneer Erens. En dit verhoor vindt plaats onder ede. U heeft ervoor gekozen in dit verband de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Gaat u staan, alsjeblieft. Zegt u mij na. Dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede. Neemt u plaats, meneer Erens. Verzoek u de microfoon aan te laten staan de hele tijd. Is goed. En wij gaan vandaag beginnen met het verhoor. Er zijn diverse commissieleden die u als belangrijke man in de sector vragen willen stellen. En we beginnen met de heer Oskam. Het woord is aan hem. Ja, goedemorgen, meneer Erens. Fijn dat u er bent. Ik zal u even introduceren, want u bent zo'n beetje een van de meest ervaren getuigen die wij gaan spreken. U heeft een hele brede ervaring in de corporatiesector. Niet alleen als bestuurder van woningcorporaties, maar ook als lid van de Raad van Toezicht bij diverse corporaties. U bent directielid geweest bij de Nationale Woningraad. U bent 10 jaar voorzitter geweest van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. En u heeft ook projecten gedaan bij het Centraal Fonds. Als het niet zo is, moet u dat straks maar even zeggen. Maar veel interessanter is nog dat u interim bestuurder bent geweest bij corporaties die in zwaar weer zijn gekomen, zoals Rochdale, waar we straks mee gaan beginnen. En met Vestia, zoals de voorzitter al zei. En daar was u, troubleshooter, daar gaan we het over hebben. We beginnen dan bij Rochdale, eind 2008. Dan wordt de heer Mullekamp geschorst. En u wordt interim bestuursvoorzitter. En de vraag is natuurlijk, voor de hand liggende vraag, u kwam daar bij Rochdale. En wat trof u aan? Ja, misschien even te corrigeren. Ik ben 4 jaar bestuursvoorzitter geweest bij het WSW, Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Wat trof ik aan? Ik had een gesprek met de Raad van Commissarissen gehad, een gedeelte van de Raad van Commissarissen, over of ik interim bestuurder wilde worden. En er werd me gevraagd om op de winkel te passen, want men had een onderzoek ingesteld naar meneer Mullekamp, dat zou een maand of twee moeten duren volgens de procedure die daarvoor geldt. En daarna zouden men wel verder zien. Dus het was in eerste instantie een beperkte opdracht. Ja, want het klinkt wat mager, want er was natuurlijk van alles aan de hand. Daarom was dat onderzoek er ook. Maar wat kwam daar nou uit? Wat was er nou precies aan de hand bij Rochdale? Wat ging er mis? Wat ging er mis bij Rochdale? Er waren een aantal dingen. Er zijn een aantal onderzoeken opgestart. Als je het hoofditem kijkt, dan kon je zeggen, het was een organisatie waarbij er een tweehoofdig bestuur was, maar waar in feite dat opereerde als een eenhoofdig bestuur. Waarbij ook de Raad van Commissarissen onbegrensd vertrouwen hadden in het reilen en zeilen van de corporatie. Ze vonden zichzelf ook heel erg goed. Ze noemden zichzelf ook wel een EEE-raad van commissarissen. En eigenlijk had men het idee van, er zijn wat onverkwikkelijkheden gebeurd met de Maserati.
En aan de rand kwamen er steeds meer projecten naar voren toe. En toen kon je ook wel merken dat de Raad van Commissarissen ook wel wat in paniek kwam. Om te zeggen van, hey, er zijn nu blijkbaar dingen gebeurd die wij niet hebben voorzien, niet vervoeld hebben. En waar we in ieder geval ook geen weet van hadden. Dat was eigenlijk de situatie. Als ik het zo mag schetsen. Beetje in een nutshell, ja. Nou, dat roept natuurlijk weer heel veel vragen op dit antwoord. Want u zei van, ja, het was een tweehoofdige leiding. Maar eigenlijk was het een eenhoofdige leiding. Kunt u dat even explicieter maken? Ja, nou, ten eerste was het al geregeld in in de reglementen. Want bij staken van de stemmen besliste de voorzitter. Dus ja. Dat betekent, als er al gestemd zou worden, dat dan ook, zeg maar, de voorzitter de doorslaggevende stem had. Kon dus altijd zijn zin doordrijven. Ja, dus ja. Dan, dat was één punt. En ten tweede was de dominantie van de voorzitter ook zodanig dat, Rosdell was Mullenkamp. Ik bedoel, en dat betekent ook dat de tweede bestuurder ook vaak zich concentreerde op andere zaken dan op het externe gebeuren en dan op projecten en al dat soort elementen. Want u heeft als tweede bestuurder eigenlijk alleen maar de heer Van Nimwegen meegemaakt? Ja. En wat zegt het over Van Nimwegen? Ja, goed, Van Nimwegen zat kort. Toen ik in dienst kwam of werd ingehuurd door Rosdell, was hij op dat moment ziek. Dus na een paar weken is hij weer gestart. Ja, en Van Nimwegen was iemand die hield van structuren. En ook druk bezig was, ook voor die tijd al. Voordat ik er was, om toch een aantal dingen op een rij te zetten. Zorgen dat er ordentelijke besluitvorming kwam. Zorgen dat er structuur in de organisatie kwam. En in die hoedanigheid was hij de tegenpool van Mullenkamp. Want Mullenkamp was toch een beetje de man van de grote lijn. En die was nou niet zo dat hij zei van, goh, het moet allemaal keurig volgens de regeltjes. En het moet zus en het moet zo. En John was de andere kant. Ik bedoel, je kunt zeggen, ze hadden elkaar goed kunnen aanvullen. Alleen dan moet de voorzitter wel daar gevoel voor hebben dat hij dat ook wil. Dat had hij niet. Nee. Ander punt wat u noemde is dat u zei, die raad van commissarissen, die waren nogal gek van zichzelf. Raad van toezicht. Ja. Wij weten dat het veel academici waren, maar wat was uw indruk nou van die raad van toezicht? Ja, ik denk dat het aan het kennisgehalte niet ontbrak. Ik bedoel dat mensen waren natuurlijk allemaal goed opgeleid en aan een bepaalde staat van dienst. Alleen ik denk dat men te veel vertrouwde op de informatie die ze kregen vanuit het bestuur. En dat men te weinig kritisch was in het doorvragen daar naartoe. CQ, dat men toch niet, mevrouw Hoenderdos heeft het zelf ook een beetje gezegd van. U heeft het gevolgd, hè? Ja, uiteraard. Ja. Ik bedoel, meneer Mullenkamp had de gave van het woord. Hè? Dus die kon een verhaal vertellen en dan, als je er zat te luisteren, dan zei je, oké, nou, dat komt wel goed en daar kom ik volgende keer wel weer op terug. Maar dat wil niet zeggen dat hij deed. Dus men heeft, vind ik, zich te lang laten leiden door toezeggingen van, ik ga dingen uitzoeken, ik ga zaken neerzetten. En is niet kritisch geweest. En ten tweede, toen ik er kwam, liepen er gesprekken met de Goede Steden in Almere, een andere corporatie om mee te fuseren. Ja, en ook daar vond men eigenlijk wel dat zij wel heel erg een goede raad van commissarissen waren, als ze zich dan vergeleken met die andere raad van commissarissen. Dus men vond zich erg goed. Ja. En wat heel belangrijk is, eigenlijk stond niemand te wachten op slecht nieuws. Dus dat als een organisatie ook daar in werkt, dan is het toch een beetje van, slecht nieuws is geen nieuw, is geen item. Ik zat er nog niet zo heel lang en toen zei ik tegen meneer Van Kuilenburg van, nou, het gaat financieel helemaal niet zo goed als jullie denken. Nee. En toen kreeg ik ook onmiddellijk de opmerking terug, ja, dat is typisch een interim bestuurder, hè, want die moet dan weer vertellen dat het niet goed is. Hè. Bedoel, dat moet zichzelf terugverdienen. Die moet zichzelf terugverdienen, ja. Dus dat. Nou ja, het is leuk dat u dat noemt, want dat is ook een punt wat ik eigenlijk wilde aansnijden bij die Raad van Commissarissen. De wethouder die gaf de gouden baksteen aan Rosdell. De minister schreef oordeelsbrieven van fantastisch gedaan in de Bijlmer. Wat doet dat met zo'n Raad van Commissarissen? Kan je dan nog wel kritisch je werk doen? Ja, formeel wel, maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Ja, het is natuurlijk heel moeilijk als het goed gaat met een organisatie en externe signalen komen dat het goed gaat, om dan kritisch te zijn
als je het in volkshuisvestingstermen vertaalt, je repareert je dak wanneer de zon schijnt, hè, en je repareert het dak niet wanneer het regent. Dus ik denk dat een van de belangrijke taken van de Raad van Commissarissen is, dat je juist ook heel kritisch bent op hoe het gaat en dat je dan ook heel kritisch kijkt naar de stijl van leidinggeven in een organisatie. En dan kan het allemaal op dat moment in je ogen heel erg goed gaan, maar dan is het toch het verhaal van ja, maar hoe lopen een aantal dingen? Er waren ook een aantal zaken, bijvoorbeeld Rotswell had een vrij grote dochter, Delta Forte. Ja, en die had een afzonderlijk bestuur en in feite fungeerde het bestuur van Rotstel als raad van commissarissen. En de raad van commissarissen van Rotstel had eigenlijk helemaal geen inzicht in hoe het bij Delta Forte ging. Terwijl daar toch heel veel projecten in omgingen, ruim 100 man werkten. Dus je had, ja, ik heb al gezegd, men wilde eigenlijk niet precies zien hoe het ging. En als de externe signalen dan heel positief zijn, ja, dan is het misschien ook niet het signaal op dat moment om te zeggen van, goh, we moeten er nog eens heel hard in duiken. Ja. Ja, en het vraagt waarschijnlijk ook om een proactieve houding. Ja. Het derde punt wat u noemde, en dat vond ik ook wel aardig, u zei, het was een onbegrensd vertrouwen. Nou, zit daar iets van kritiek in, hè? Want als iets onbegrensd is, is het eigenlijk al niet goed. Maar er zit ook wel, nee, je kan ook zeggen van, ja, het is onbegrensd, hij doet het gewoon goed. En dan kan je ook een onbegrensd vertrouwen in iemand hebben. Er is ook een rapport over de Raad van Commissarissen uitgebracht door het bureau Vlug. En die noemt het net even iets, denk ik, nog iets scherper. En die zegt het is een ongezond vertrouwen. Ja. Wat vindt u van die titel? Nou ja, ik denk dat dat klopt. Ik bedoel, dat, ik denk dat ik ben een van de opdrachtgevers geweest voor het rapport van meneer Vlug. Dat is uitgebracht. We hebben ook om te voorkomen dat de onderzoekers zomaar op pad gingen en allerlei dingen deden, hebben we ook bewust een monitoringscommissie daarop gezet. Dezelfde monitoringscommissie die ook zeg maar, het rapport van Deloitte toetste. En die monitoringscommissie had ook met name ook de taak om te kijken, is er geen tunnelvisie bij de onderzoekers? Werkt de organisatie ook mee aan zeg maar de manier van werken en is de methodologie juist die de onderzoekers toepassen. Nou, en die onderzoekerscommissie of de monitoringscommissie van toch ook drie bekende namen, ja, die hebben ook geoordeeld dat zeg maar ook meneer Vlug en zijn mensen dat op een goede manier hebben uitgevoerd. Dus dat, ja, en er komen ook gewoon dingen naar voren toe. Ja, ook gewoon heel veel slordigheden. Als je gewoon niet vastlegt wat het salaris van de bestuurder is en niet goed vastlegt wat zijn pensioenrechten zijn, dan vind ik dat dan is dat een RVC te verwijten. Ja. Die moet het doen. Maar eigenlijk is het ook de bestuurder te verwijten. Want uiteindelijk is de bestuurder verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen van de organisatie en is de RVC een toezichthouder. Dus ook die bestuurder had, als je het gewoon goed had gedaan, had gewoon te zeggen van, dames en heren, van er moet wel wat vastgelegd worden, want al was het alleen maar voor mijzelf, dat ook duidelijk is afgesproken wat ik wel mag en wat ik niet mag ontvangen in het kader van mijn arbeidsrelatie. Oké. Nou, nog even naar uw binnenkomst, zou ik maar zeggen. We gaan niet steeds over de persoon van meneer Mullenkamp praten, dat weten we inmiddels wel hoe dat ongeveer zit. Maar wat eigenlijk wel interessant is, als je nou als interim directeur in zo'n organisatie komt, dan hangt daar zeg maar de geest of de sfeer van Mullenkamp. En in hoeverre was die invloed daar nog? Waar liep u tegenaan met het personeel? Omdat zij misschien teleurgesteld waren dat hij geschorst was en u daar puin kwam ruimen. Nou ja, kijk, dat in het begin kwam ik hem op de winkel te passen. Hè? Dus dat is iets anders dan puin ruimen. Hè? Dus dat het een naderland geworden is wat anders. Mullenkamp was heel populair in de organisatie. Het is natuurlijk iemand die soyeus is. Een niet onvriendelijke man, hè? Ik bedoel, dat soort zaken. En de arbeidsvoorwaarden bij Rotstel waren ook niet de slechtste arbeidsvoorwaarden als je ze ging vergelijken. Dus ook wat ik dan wel eens oneerbiedig genoemd heb, zijn hofhouding. Daar was ook goed voor gezorgd. Dus ja, eigenlijk, en men was eigenlijk ook wel, ook over de Maserati, ja, het kon niet, maar een aantal mensen vonden, ach ja, zo is Hubert nou eenmaal, hè. Ik bedoel, dus dat is toch een beetje de vergoeilijkende kant. Toen steeds meer projecten naar voren kwamen,
ja, toen zag je het duidelijk omslaan binnen de organisatie van, goh, wat is hier gebeurd? En zeker toen de mensen zelf last begonnen te krijgen van de projecten. Hè. Ik bedoel, we hebben een vrij fors integriteitsprogramma daardoor gevoerd. En dan kreeg ik echt wel het verwijt van bijvoorbeeld OR van Rotzeel. Die zei van, ja, de baas heeft gestolen en wij moeten naar cursus. Hè. Ik bedoel, dus dat, toen werd het toch wel op een andere manier tegen hem aangekeken. Ja. Mevrouw Hoenedos zei van de week van, wij werden als raad van commissarissen met een klauwtje in het riet gestuurd. Wat had die raad van commissarissen nou, want u heeft er net wel iets over verteld, maar anders kunnen doen? Wat hebben ze laten liggen om toch meer tegenkracht te geven, meer tegenspel te geven? Ja, ik vind dat een van de primaire taken van een raad van commissarissen is dat je doorvraagt en dat je gewoon door blijft gaan en dat je niet met een kluitje in het riet moet sturen. Dus op het moment dat je dat overkomt, dan in mijn optiek overkomt je dat één keer. En de tweede keer zeg je van, nu is het afgelopen, nu wil ik gewoon de volgende vergadering die en die dingen hebben. En als je ze niet hebt, dan moet je dan op dat moment, ja, op zijn Amsterdams gezegd, toch ook een beetje spierballen tonen. En op een gegeven moment zeg je, ja, nou is het afgelopen. Dus ik snap dat het heeft kunnen gebeuren, maar ik snap niet dat mensen dat zo lang hebben kunnen laten gebeuren. Want mevrouw Hoenedos zei dat ze dat al een aantal jaren had. En ik denk, ja, je moet gewoon als raad gaan we zeggen, ja, geen gezeur, volgende vergadering willen we die en die punten hebben. En als de bestuurder dat niet doet, dan is daar de deur. En dat betekent dat je op dat moment ook je eigen daadkracht moet tonen. Want dat is nou eenmaal de functie waarvoor je in het leven bent geroepen, dat je toezicht houdt. Precies. Op de organisatie en het toezicht houden betekent dat je kijkt naar de besturing, het sturingsmodel van de organisatie, naar de leiderschapstijlen en dat soort zaken. En je mag aannemen als raad, vind ik, als een bestuurder jou niet wil informeren, dan zal het ook in de rest van de informatievoorziening waarschijnlijk ook niet zo geweldig lopen. Dus ja. Ik denk dat je daar als FVC heel krachtdadig tegen moet optreden. Precies, want dan moet je bestuurder aanpakken, maar je kan natuurlijk zelf ook proactief op zoek gaan naar informatie. Ja, dat kan, maar bedoel, ik vind niet dat de taak van de toezichthouder is dat als de bestuurder het niet doet, dat hij het zelf moet doen. Hè. Bedoel, primair ligt het bij de bestuurder. Ik vind wel dat je als RVC moet weten hoe het in een organisatie gaat. Dus bijvoorbeeld een gesprek met de OR moet hebben zonder dat de bestuurder erbij is. Dat je ook met de huurdersorganisaties praat zonder dat de bestuurder erbij is. Maar ook dat je door de organisatie loopt en met mensen gaat praten. En dan proef je, als je een ervaren toezichthouder bent, en het waren de mensen, dan proef je in feite hoe het in een organisatie gaat. En ook met een tweede bestuurder werd nooit apart gesproken. Nou, ik denk dat het een van de omissies is geweest om toch eens te zeggen tegen die bestuurder van, goh, wat speelt er nou? Dat had de tweede bestuurder ook zelf kunnen doen. Hè? Ik bedoel, daar moet er ook duidelijk in zijn. Ja, precies, het is duidelijk dat daar nog wat lacunes zijn. Ja, waar wij ons ook over verbazen is waar die Raad van Commissarissen nou aan moet toetsen. Want dat is en met in de gesprekken met Mullenkamp, maar ook met Van Nimwegen aan de orde gekomen. Dat er eigenlijk een onvoldoende toetsingskader was. Mullenkamp vond dat niet, die vond dat het allemaal wel duidelijk was. Maar Nimwegen had daar toch een ander idee over. En er was geen meerjaren investeringsplan. En de vraag is of dat nodig is voor zo'n grote corporatie als Rochdale, waar enorme bedragen in omgaan. Enorm bestuursmandaat van 50 miljoen, komen we zo nog over te praten. Hoe kan je dan in vredesnaam je werk goed doen als dat toetsingskader er niet is? Nou, dat kun je dus ook niet. Dat, en het was bij Rochdale, leek het allemaal aan de buitenkant goed, maar een van de dingen die ik wel eens gezegd heb is daar, Rochdale had stiekem failliet kunnen gaan. Dus dat, omdat er eigenlijk niet die informatie was die je nodig had om de club goed te kunnen sturen. En ook de informatie heel gesegmenteerd was. Hè. Als je bijvoorbeeld naar de projecten keek, dan zat een gedeelte bij Delta Forte. Dan zat een gedeelte bij de diverse woningbedrijven die er waren. En er waren nog een aantal, om te noemen, presidentiële projecten, hè, die ergens daartussenin zweefden. Ja. En er was ook geen duidelijk overzicht over welke verplichtingen Rotterdam nou was aangegaan, de mate van verplichtingen. Ja, en met een aantal projecten zaten in verbindingen, hè, waar we heel veel met andere partijen samen een project werd opgestart, waarbij niet altijd het zicht bij Rotterdam was hoe het daar financieel mee stond. Dus je had ook projecten waarbij Rotstel de financier was, samen met een projectontwikkelaar het project deed. En waarbij het voor de projectontwikkelaar heel plezierig was, want Rotstel financierde voor, het project werd uitgevoerd en je kon alleen maar een winst
boeken als projectontwikkelaar, als het project daarbij neerzetten. Ja. En er was geen zicht in de organisatie, hoe de kaststromen en dat soort dingen liepen. Ik was ook blij dat niet zo lang daarvoor meneer Overvest in dienst was gekomen, want die was dus heel nadrukkelijk bezig, ja, als financiële man, om dat allemaal te structureren en op een lijn te zetten. En meneer Mullenkamp heeft aan de ene kant gelijk, er werd altijd wel een meerjarenprognose ingediend bij het Centraal Fonds. Maar toen we daar goed naar gingen kijken, toen kon je merken dat die toch meer een extrapolatie was van een begroting die je had. En die werd dan doorgetrokken naar de andere jaren toe. Maar ook daar zat geen echt investeringsplaatje in. Nee. Horen daar nou regels voor te zijn voor zo'n toetsingskader? Ja, maar die zijn er. Ik bedoel, alleen RVC-leden moeten... ik denk dat het heel belangrijk is dat een raad bij elkaar gaat zitten en, begint. Zeggen van, waartoe zijn wij op aarde? Om het maar even heel plat te zeggen. Nou, een corporatie is neergezet om te zorgen dat degenen die daar niet in kunnen voorzien, een huurwoning kunnen betrekken. Dus je gaat kijken, wat wil je strategisch daarin doen? Wat is je visie in het verhaal? En dat ga je wel vertalen in een activiteitenplan, in een meerjaren activiteitenplan en in een kortstondig activiteitenplan, wat je in je jaarbegroting terugvindt. Nou, dat moet je als raad moet je dat hebben. En als je dat niet hebt, ja, dan kun je wel heel pedant zeggen van, we hebben de corporatie hebben we in zicht, maar dat heb je niet. Ik bedoel dat. Nee. Even nog naar de cultuur van de organisatie, want u zei van, nou ja, er was natuurlijk nog best wel invloed van Mullenkamp, waren goede arbeidsvoorwaarden, populaire directeur, was geschorst. Hoe zat die cultuur nou in elkaar voor Rothschild? Ja, Rothschild was eigenlijk een soort federatie, als je het zo mag zeggen. Dus de woningbedrijven, het onderhoudsbedrijf en Delta Forte waren eigenlijk afzonderlijke bedrijven. Die hadden ook een eigen administratie. Er waren ook verschillende automatiseringssystemen bezig. Er waren ook drie OR, om het maar zo te zeggen. Dus het waren eigenlijk allemaal aparte organisaties die allemaal op zichzelf een heleboel dingen deden en ook een heleboel goede dingen deden. Alleen het was geen eenheid. Ja. Dus ook als je de gegevens bij elkaar moest halen. Ik bedoel, ik heb meneer Overvest heel wat horen kankeren. Die zei van, ja, maar ik moet die gegevens hebben, ik moet die gegevens hebben. En die levert het weer zus aan en die levert het weer zo aan. Ja. Dus er was geen totaal overzicht in die lijn. Om het te werken was het wel heel plezierig, want er kon wel heel veel bij Rothschild. Ik bedoel, eigenlijk een beetje analoog aan wat we straks met Vestia over hebben. Ik bedoel, maar Delta Forte kon ook behoorlijk wat projecten aannemen. Die werkte ook voor andere partijen. Hè, dus... En eigenlijk was dat ook een bedrijf wat zich niet verwant voelde met het woningbedrijf Rothschild. Het was een projectontwikkelaar. En dus ook in het toezicht werd er dus ook naar gekeken alsof het een soort corporatie was. Hè. Dus er is niet gekeken van, goh, dat is een heel ander businessmodel, een projectontwikkelaar. Daar moet ik ook met andere ogen naar gaan kijken, moet ik op een andere manier gaan doen. Dus dat, en je kon niet zeggen dat het een eenheid was. Ook als je ging kijken naar hele praktische dingen. Ik bedoel, als woningbedrijf, hebben we al eens gezegd van, A, deed je het in ieder geval niet hetzelfde als woningbedrijf B. Want het decentrale, dat kwam dan tot uitdrukking dat je dus in ieder geval niet iets deed wat de ander ook deed. Hè. Dus je ging zoveel mogelijk de verschillen zoeken in plaats van dat je de overeenkomsten ging zoeken. En dat is een van de dingen die we... Ja. En dat komt ook een beetje, als het mag... Wat corporaties heel vaak verwarren is centraliseren, decentraliseren en concentreren en deconcentreren. Dus als je decentrale organisaties hebt, dan wil het helemaal niet zeggen dat je administratie ook gedeconcentreerd moet hebben. Want dat kan heel goed met een geconcentreerde administratie. Alleen het summum was altijd, nee, maar ik heb alles zelf. Dus ik heb mijn eigen MT, ik heb mijn eigen administratie, dat vind je ook bij Vestia weer terug. Ja. Dus decentraliseren werd ook gezegd, dan moet je ook alles deconcentreren. Dus dat betekent dat je ook altijd weer moeite had om het totaal weer bij elkaar te krijgen. Dus je had ook een soort spanning tussen het hoofdkantoor en alle andere bedrijven. Ja. U noemde heel kort het MT even, managementteam. En wij hebben de indruk dat daar een enorme doorloopsnelheid in zat. En de verhalen die wij dan tegen zijn gekomen, maar misschien kunt u daar iets over zeggen, is toch dat de mensen het plezier vonden om daar te werken, veel speelruimte kregen. Maar oh wee, loopt de baas niet voor de voeten, want dan kan je met een flinke afvloeingsregeling kan je weg. En daardoor
was die doorloopsnelheid ook wel in zo'n managementteam. En wat heeft u daarvan meegekregen? Nou ja, kijk, de managementteams zijn met name de managementteams bij de woonbedrijven en bij het onderhoudsbedrijf en Delta Forte. Als je ging kijken naar de directeuren die in de holding zaten, ja, daar was, al was het alleen maar om te beginnen bij de tweede bestuurder. Daar is in een vrij korte tijd zijn er steeds andere mensen gekomen. En ook op andere plekken, ik bedoel, en daar heb ik ook alleen maar terug kunnen kijken, want dat was voor mijn tijd, zag je dat er toch redelijk veel mutaties waren. En ja, blijkbaar heeft ook een raad van commissarissen zich er nooit zo druk om gemaakt van hoe kan het dat je nou zoveel fluctuaties hebt. Dat zou moeten opvallen, toch? Dat zou moeten opvallen, ja. Maar, Oké, nou, genoeg over de organisatie zelf. Even naar Franca Maillet toe. We hebben vorige week natuurlijk uitvoerig gesproken over de Maserati, maar ook over Franca Maillet, niet onbelangrijk. 50 miljoen bestuursmandaat, is dat normaal? Nee. Wat is normaal voor een corporatie als Hoort Stil? Want u heeft natuurlijk verschillende corporaties. Nou ja, gezien. Kijk, dat je zo rond de 10 à 15 miljoen zou zitten, dat is normaal. Maar ook dan is het nog een keer van hoe leg je het uit? Ja. Kijk, al die bedragen die je als mandaat hebt, kijk, leg je het uit als heel eng, hè? Van ik heb 50 miljoen en ik kan 4 keer voor 49 miljoen wat kopen en dan blijf ik iedere keer onder mijn mandaat zitten. Of zeg je van nee, als ik Franca Maillet koop en ik doe een investering van 50 miljoen, dan is het een project waar je in feite voor honderden miljoenen over beslist. Dus als je dat ook op die manier had uitgelegd, dan had je ook gezegd van nou nee, het is niet alleen het aankopen van Franca Maillet, want je gaat er wat mee doen. Hè? Je gaat het slopen, je gaat de woningen bouwen en al dat soort dingen. Dus eigenlijk praat je over een project van honderden miljoenen. En ik vind dat ook een raad had moeten zeggen van je moet het niet zo eng interpreteren. Alleen men heeft het wel gedaan. Ik bedoel, in de jaren dat Rotsdeel bestond, hè, dus in de fusieorganisatie Rotsdeel. Ik bedoel, Amsterdam noemt het altijd, daarvoor was het Rochdalen en Patrimonium en met de fusie was het Rotsdeel. Maar, klinkt wel chiquer, hè? Ja, dat klinkt veel chiquer. Maar ja, er zijn maar twee projecten zijn een keer bij de Raad van Commissarissen gekomen ter beoordeling. Ja. Ja, en Franca Maillet was con amore vanuit het bestuur. Ik bedoel, U heeft het meegekregen vorige week hoe het gegaan is. Die Raad van Toezicht die heeft een mailtje gekregen en moest er binnen één dag beslissen. De notaris heeft ingegrepen, die is op de rem gaan staan. En uiteindelijk is het bedrag van 52 miljoen teruggebracht naar 46,5 miljoen. Als u terugkijkt op die hele transactie, wat is dan voor u het meest in het oog springende? Nou ja, dat je een taxatie hebt liggen voor 30 miljoen, iets in de 30 miljoen, en dat je er uiteindelijk veel meer voor gaat betalen. En ook dat kwam natuurlijk een beetje doordat Rotsdeel en de Kei altijd het toch de strijd hadden, wie is de koning van de Bijlmermeer? Hè? Ik bedoel, ja. Rotsdeel zat in de flatgebouwen, de Kei zat eromheen in die lijn en ja. En dat werkte toch als een rode lap op een stier bij Mullenkamp als te zeggen Jaap van Gelder, hè, de bestuursvoorzitter van de Kei, zaken zou gaan kopen binnen het territorium van Rotsdeel. Dus dat, Ja, het is een beetje, het klinkt als een wedstrijdje doen. En met name mijn collega Hartje en Mulder die hebben daar wel vragen over gesteld. Dat het natuurlijk toch ook een prijsopdrijvend effect heeft. En het is maatschappelijk geld. Zien wij dat goed? Ja, dat ziet u goed. Maar ik bedoel, laten we het zo zeggen. Jammer genoeg zijn niet de Kei en Rotsdeel de enigen die zich daaraan hebben bezondigd. Ik bedoel. Ja. Nou, laatste vraag eigenlijk. U heeft verschillende corporaties gezien. Ook van bovenaf, hè, vanuit die WSW-hoedanigheid. In hoeverre verschilt Rotsdeel nou met andere corporaties? Is het nou echt een unieke woningcorporatie of zit het toch gewoon in de... Nee, ik bedoel, ik vind... Kijk, wat ik nu ga zeggen is misschien vloek in de kerk voor Rotsdeel. Kijk, het enige wat bij Rotsdeel altijd heeft meegespeeld is dat Rotsdeel werd gezien als de redder van de Bijlmermeer-organisatie. Van de Bijlmermeer. En als je daar nou heel kritisch naar kijkt, dan zeg je van ja, dat is misschien wel gebeurd. Maar daar heeft de hele organisatie ook constant voor betaald. Hè? Ik bedoel, en betaalt daar in feite nog voor. Hè? Want als je dat nu zou gaan beoordelen,
En je zou naar risicomanagement gaan kijken en zeggen van goh, welke middelen van de organisatie zullen daarin worden neergezet. Dan denk ik dat je nog wel een hele discussie zou krijgen van zou je dat wel in die mate doen. Dus dat is aan de ene kant weer het voordeel van mensen die dan toch een bepaalde durf tonen en zeggen we gaan het doen. Aan de andere kant is het ja, een voorbeeld van hoe wil je nou met je risico's omgaan in die organisatie. En voor de rest was Rochdale net zo'n organisatie als alle andere woningcorporaties. Ik bedoel dat. Okay. Kijk even naar mijn collega. Ja, meneer Erens, u gaf eerder aan dat u in eerste instantie de opdracht had om op de winkel te gaan passen. Maar dit werd meer. Kunt u dat toelichten? Nou ja, kijk, de Raad van Commissarissen wilde een interim bestuurder hebben. En ik ben ergens begin november, 6 november of zoiets, interim bestuurder geworden. Maar men had niet het idee dat het zo slecht was met de organisatie op het moment dat je kwam. En misschien had men ook nog wel het idee dat het, als het alleen bij de Maserati was geweest van meneer Mullenkamp, dat het misschien toch nog een keer een streng gesprek en beloven het nooit meer te doen. En dat misschien Mullenkamp wel weer terug was gekomen. Hè? Ik bedoel, maar er kwam natuurlijk pal naar de Maserati, kwam Nellestein in de krant. Hè? Ik bedoel, ik denk dat meneer Mos van de Telegraaf en meneer Van der Marel van FD natuurlijk wel hebben veroorzaakt met hun signaleringen dat er iedere keer weer nieuwe projecten kwamen waarbij de raad zich toch begon af te vragen van ja, is dit het nu alleen? Hè? Ik bedoel, ja, en ook tussentijds kwam Deloitte natuurlijk ook met niet zozeer een rapport, maar wel signalen van hey, als we naar de arbeidsvoorwaarden gaan kijken, dan zijn ons een aantal dingen niet duidelijk. En, ja, en toen werd al duidelijk dat het niet passen op de winkel werd. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook langer daarmee gebleven is, ook omdat op een gegeven moment is de raad ook afgetreden en moesten er gewoon een aantal dingen gebeuren. Dus ja. We komen zo meteen op het moment dat de Raad van Commissarissen inderdaad aftreedt. Maar allereerst nog even de Capelle Makelaars. Want toen u binnenkwam bij Rochdale was dat een van uw eerste acties om daar om die activiteiten te beëindigen. En de heer Mullenkamp die heeft jarenlang die makelaardij aangehouden, ondanks de discussie die liep met het ministerie. Want het ministerie had aangegeven, daar moet u mee stoppen. Wat heeft u zelf precies gedaan om dit te beëindigen? We hebben het verkocht. Heeft het gewoon verkocht? Die 20% en we hebben nog wat meer dingen verkocht. Een aantal entiteiten waarvan je zegt, moet je die als corporatie hebben. Die hebben we verkocht. Dat ging over Pro Impact en het ging over Pro Points. Dus we hebben een aantal activiteiten hebben we verkocht. En bij Capelle was het heel duidelijk. Er lag gewoon een opdracht van het ministerie om het te verkopen. Ja. Wat vindt u ervan dat er jarenlang discussie hierover is geweest tussen de heer Mullenkamp en het ministerie? Ja, ik denk dat het ministerie wat dat betreft veel te lang heeft gepardonneerd. Als men vindt dat dingen beëindigd moeten worden, en dan moet je als ministerie dat dus ook doen. Dus ze deden een beetje hetzelfde als de Raad van Commissarissen. Ze schreven een boze brief en dan gebeurde er weer een hele tijd niks. En dan werd er weer of een gesprek gevoerd of een boze brief geschreven en dan gebeurde het weer erop. Dus de follow-up bij het ministerie had natuurlijk veel strenger moeten zijn. Dus dat had al 3 jaar ervoor geregeld moeten zijn. Dus er werd zelfs gedreigd met een aanwijzing. Jawel, maar als, kijk, een aanwijzing is heel, heel sterk. Maar ook bij een aanwijzing kun je het ook nog allemaal een beetje op de lange baan schrijven. Kijk, ik vind dat je als ministerie op dat moment gewoon had moeten zeggen van nou, op die datum is het verkocht. En zo niet, dan grijp ik in. En het ingrijpen kan zijn een aanwijzing, kan ook zijn een externe toezichthouder aanwijzen of andere manier van doen. Of tegen de Raad van Commissarissen zeggen van als het niet gebeurd is op dat moment, dan vinden we dat je als raad correctieve maatregelen moet gaan nemen bij de bestuurder. Je bent per slotverrekening een toegelaten instelling. Dus de macht van de minister is heel groot. Je hebt je toelating en in je toelating kan de minister ook gewoon daarin actie nemen. Ik bedoel, kunt u verklaren waarom het ministerie niet heeft doorgepakt? Nee, weet ik niet. Nee. Kijk, bedoel, misschien, misschien ook wel omdat toch Rochdale de redder was van de Bijlmermeer. Ik bedoel, dat is wel heel erg geëxploiteerd door Rochdale, dat ze de redder waren van de Bijlmermeer. En daardoor
heeft het ministerie niet... Ja, en iedereen was enthousiast, hè. Ik bedoel, twee keer de Gouden Baksteen. Er werden heel veel projecten gedaan. Dus er zijn bij Rotsteel heel veel goede dingen gebeurd. Hè? Die vergeten we nu. Maar er zijn een heleboel goede dingen gebeurd bij Rotsteel. Alleen de ellende zat dus in de top van de organisatie. Waarom denkt u dat de heer Mullenkamp deze discussie zo jarenlang voerde? Weet ik niet. Dat moeten we aan hem vragen. Maar... De voorzitter van de brancheorganisatie, EDES, de heer Van Leeuwen, die schreef op dezelfde dag dat de Raad van Commissarissen van Rochdale zelf besloot om terug te treden, op 3 februari 2009, een brief aan diezelfde Raad van Commissarissen met het verzoek om op te stappen. Kent u deze brief? Ja. En wat vond u daarvan? Zal ik het onparlementair zeggen? Ik vond het echt een slappe happen gedoe. Kijk... het was toch een beetje... Kijk, meneer Van Leeuwen was de voorvechter van de zelfregulering. En dan denk ik van, als je dat had gewild, dan had je een half jaar of een jaar eerder had je die brief moeten schrijven en moeten zeggen dat de commissarissen weg moesten. En niet in een proces waarvan je kon voelen dat die commissarissen wel weg zouden gaan. Nog net even op tijd, hè, want ik bedoel, als de brief een dag later was geweest, dan waren ze al weg geweest. Om dan nog even te laten zien, kijk eens wat wij durven als Edes, we durven zomaar zo'n brief te schrijven. Ik vond het ook onbetamelijk dat je daar als interim bestuurder niet over werd geïnformeerd dat die brief kwam. Ik vind dat hoort niet. Van Leeuwen heeft zelf mijn naam genoemd bij Van Kuilenburg om als interim bestuurder neer te zetten. Ik vond het een beetje mosterd na de maaltijd toch even laten zien hoe flink we zijn als Edes. En als ze flink waren geweest, hadden ze dat een half jaar eerder moeten doen. En had Van Leeuwen gewoon naar die raad van commissarissen moeten stappen en zeggen, ja, dit kan niet, jullie moeten gewoon weg. Er lag overigens een rooster van aftreden van die raad van commissarissen. Mm-hmm. Dus ze hadden zelf al stappen genomen om af te treden. En de gedeelte was ook vernieuwd. Ja, en het tempo, ja, daar kun je vraagtekens bij zetten. Ja. Dus wat vond u ervan dat door die brief van Edes uiteindelijk heel de Raad van Commissarissen sneller eruit moest? Ik vond het heel vervelend, want ten eerste hadden we geen commissarissen meer. Misschien streef je daar als bestuurder wel naar dat je nooit toezichthouders meer hebt, maar dat is toch wel heel lastig op dat moment, want de commissarissen moeten in feite de nieuwe commissarissen benoemen. Ja, en ik vond er een aantal goede commissarissen in zitten, die ik best had gewild dat die waren gebleven. Want het kind werd met de badwater weggegooid, ja. Als ik u zo beluister. Ja, je bent ook meteen het historisch besef kwijt in een raad. Je bent een stuk geschiedenis kwijt in een raad. En dus meneer Houteman zat er, bij wijze van spreken, nog maar 3 maanden in. En meneer Kleiweg en mevrouw Hoenderdorf zaten er ook nog niet zo heel lang in. Dus, dus je had ook met een aantal dingen kunnen gaan bouwen. Dus dat, ja, wat is de reden dat Edes die brief dan stuurt? Want u geeft aan, ze willen wat laten zien. Maar ik zou er nog andere argumenten vinden waarom deze brief is gestuurd? Dat weet ik niet. Dat moet u aan meneer Van Leeuwen vragen. Hij was heel boos op mij dat ik niet blij was dat hij die brief had gestuurd. Dus en dat ik het flauwekul vond. Dus dat... Mijn collega Oskam die noemde net al, hè, de incidenten bij Rochdale. En u gaf daarnet aan in reactie dat u begreep dat het kon gebeuren, maar niet dat het zo lang duurde. En dus er had eerder wat moeten gebeuren. Maar geldt het alleen voor de Raad van Commissarissen? Of geldt het ook voor bijvoorbeeld het ministerie? Nou, het geldt in eerste instantie in de organisatie. Ik bedoel, kijk, er gebeuren een aantal dingen in projecten waar binnen de organisatie toch heel duidelijk spanning op zat, waar mensen eigenlijk vonden dat het niet kon. En de toegankelijkheid naar bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen was blijkbaar niet zo groot dat mensen de moed hadden om daar naartoe te gaan. Blijkbaar hadden de mensen ook niet de moed om naar het Centraal Fonds te gaan en zeggen van, goh, er gebeuren bij ons dingen die niet goed zijn. Dus dat, en een ministerie en Centraal Fonds is natuurlijk heel moeilijk, want die zien dat niet. Hè? Ik bedoel, je krijgt wel een jaarrekening en je krijgt stukken, maar dan zie je dus niet hoe het in die projecten gaat. En toch, als we het hebben over de rol van het ministerie en de financiële toezichthouder, het Centraal Fonds. In 2005 zijn er al gesprekken geweest met een klokkenluider. En toen heeft het ministerie een opsporingsonderzoek gestart, maar uiteindelijk zijn er onvoldoende aanknopingspunten, zoals dat zo mooi heet, uitgekomen, waardoor daar niets mee is gedaan. En mijn vraag aan u is, vanuit uw ervaring, kan het ministerie en kan het Centraal Fonds überhaupt zicht hebben op wat er nou bij corporaties gebeurt en daar ook echt actie op ondernemen? Nou, niet op de manier waarop ze
tot voor kort zeg maar hun toezicht inrichten. Kijk, het toezicht vanuit het, met name het Centraal Fonds, het ministerie, zit heel veel op desk research. En ik vind dat je dus, als je goed toezicht wil houden, dan moet je in een organisatie ingaan. En dan moet je, ik heb wel eens gezegd van, pak nou voor een jaar de stukken van de Raad van Commissarissen. En die bij de commissarisvergadering zijn, pak nou de besluiten en ga nou eens kijken hoe nou een besluitvormingsproces binnen een organisatie afspeelt. Dan kun je, als je ervaren bent in toezicht, dan haal je daar een aantal elementen uit. Dus ik denk dat je dus veel meer je toezicht moet gaan doen bij de corporatie en veel minder je toezicht doet als desk research. En die desk research moet je wel doen, hè, de gegevens die je krijgt, maar die zijn niet maatgevend. Die moeten een onderbouwing zijn van wat je in feite verder gaat doen. En ik denk dat de afstand tussen de toezichthouder en de corporatie daarin te groot is. Dus ik pleit er al echt al tijden voor om te zeggen, ook tegen het Centraal Fonds, volgens mij moeten jullie gewoon die corporaties afgaan. En natuurlijk, er zijn 400 corporaties en er werken maar 40 mensen bij het Centraal Fonds. Maar je hoeft ze ook niet allemaal in één jaar af te gaan. Ik bedoel, je kunt op een gegeven moment ook gaan selecteren. En je kunt gaan selecteren op grootte, je kunt gaan selecteren op de projectenportefeuille. Maar gewoon, is heel simpel een vraag te stellen. Worden projecten nagecalculeerd of niet? Hè? En in een organisatie. Nou, dat. En wat komt er dan uit? Dan heb je toch al een aantal dingen die je helder kunt neerzetten. Dus ik denk dat je op een andere manier moet controleren. Ja, helder. Ja. Dank mevrouw Hashi en meneer Oskam. Wij schakelen over naar Vestia. Het woord is aan de heer Bashir. Meneer Eerens. U was eind 2011 net begonnen met woningcoöperatie WSG als interim bestuurder om daar orde op de zaken te stellen. Was niet het geval? Nee, ik was extern toezichthouder. Er zat een interim bestuurder, meneer Ruigrok. En ik was door het ministerie gevraagd om extern toezichthouder te worden. Ja, ja. En toen bent u ook door het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd om orde op zaken te stellen bij Vestia samen met een andere bestuurder, de heer Thiele. U bent toen op 1 februari 2012 daar bij Vestia begonnen. Hoe werd u binnen de organisatie ontvangen? Hoe was uw eerste werkdag? Nou, de eerste werkdag was, ik noem het eigenlijk een beetje vijandig, om het maar zo te zeggen. Ik bedoel, Jacques Thiele en ik zijn 30 januari hebben een gesprek gehad met de Raad van Commissarissen om voor onze aanstelling. Daarvoor zijn we benaderd door ministerie, Centraal Fonds en WSW, ik in ieder geval. Van Jacques weet ik dat niet allemaal wie dat al hebben gebeld. En toen wij 1 februari kwamen, toen stond de voorzitter te wachten met zijn tas in de hand, want die moest met het vliegtuig weg. En, dus we kregen een hand en jullie vinden het wel. En en er was niks geregeld. Ik bedoel, er waren geen kamer. En de organisatie was toch zeker de eerste dagen. Eigenlijk vroegen ze aan ons, wat kom je doen? Want men vond het schandalig dat de situatie zodanig was geworden dat meneer Staal ontslag had genomen. Dus dat, men vond dat ook de fout, als er al een fout was, lag die niet bij de Vestia-organisatie, maar die lag bij het WSW. Want die had de rem gezet op het geld voor Vestia. Dus eigenlijk was het een beetje flauwekul wat we kwamen doen. En ik weet wel dat we de eerste vergadering die we hadden met alle directeuren, dan praat je toch over een dikke 20 mensen. Ja, en ook daar was een beetje zo van, we doen dat eigenlijk hartstikke goed. Dus zorg nou maar dat je geld van het WSW krijgt. En dan gaan we gewoon verder. En, dus de organisatie vond het gezeur, om het zeggen. En men stond niet op ons te wachten. Toen heel snel de publicatie van de 3,5 miljoen euro kwam, toen zag je het 3,5 miljard. Nee, 3,5 miljoen euro pensioengeld kwam. Toen zag je wel een aantal dingen omslaan. En wat ik altijd echt heel opvallend heb gevonden, is dat eigenlijk binnen een paar weken was de ondernemingsraad van Vestia was de enige organisatie die op dat moment doorhad dat het een groot probleem was. En die zeiden ook van, dit kan dus niet. Dus dat, hoe gek het ook klinkt, ook een aantal directeuren kwamen op een gegeven moment ook wel in die flow in mee te gaan. Maar dat heeft wel even geduurd. En toch een beetje zo van,
wat jullie komen doen, dat weten we niet. Ik bedoel, de ernst van de situatie werd totaal niet gezien. Nou, de ernst niet alleen, maar men vond het eigenlijk een aanval op meneer Staal. En, want die heeft het allemaal hartstikke goed gedaan. En met die derivaten, dat lost zich wel op. Zorg nou maar dat er geld komt. En dat was ook een beetje het beeld wat ook opgeroepen was door Staal in de organisatie. Het was ook niet het Vestia-probleem, het was het WSW-probleem. Want die moest geld zorgen. En dan, als we dan maar tijd hadden, dan kwamen vanzelf wel de revenuen. Want in december 2011, dat is voor uw aantreden, wordt dagelijks de derivatenportefeuille van Vestia gemonitord. En dan blijkt dus dat door dalende rente de marktwaarde ook te zakken, waardoor ook margin calls verplichtingen zijn. En het gaat echt om bedragen van 100 miljoen per dag. Kunt u ook beschrijven hoe de situatie was op het moment dat u aantrad? Nou ja, gelukkig had Staal besloten in december of november Cardano in te schakelen. En Cardano deed voor Vestia de gegevens dat we elke dag vanuit de portefeuille de negatieve marktwaarde hadden. Cardano deed ook het collateral management, hè, dus zorgen dat ook de partijen die geld moesten ontvangen, en bij de ene bank was het dagelijks, bij de andere was het wekelijks, dat dan ook de margin call werd afgedragen. Maar margin calls waren er voor die tijd al, hè, voor het deed. En Vestia was een handelsbedrijf met derivaten, hè, want ze hadden dus ook een threshold, hè, dat is zeg maar een drempel waaronder niet hoeft het worden afgerekend voor ruim een miljard. Dus een miljard negatieve marktwaarde leidde nog niet tot afstorten en dan per bank verdeeld. Maar daarboven moest wel afgestort gaan worden. Nou ja, en het hoogste wat we ooit hebben bereikt is dat we een negatieve marktwaarde hadden van dik in de 3 miljard. Nou ja, dan kunt u uitrekenen als je een miljard threshold hebt dat je gewoon 2,4 miljard kwijt bent. En je bent natuurlijk gewoon 3,4 miljard verlies. Hè? Ik bedoel, dat... Ja. En ondanks die bedragen die u net noemt... Een negatieve marktwaarde van 3,5 miljard, dus ook een verlies van 3,5 miljard. Dat was wel na 1 februari hoor, dat is gekomen. Ondanks dat was de ernst van de situatie niet helemaal Nee, en het gekke was dat het Centraal Fonds en WSW drongen aan op heel veel maatregelen. Het WSW heeft bijvoorbeeld ook 1,6 miljard extra middelen geborgd, hè, als liquiditeitsbevoorschotting. Dus in feite wat ook werd geroepen door Vestia, dat het WSW niet meewerkte. Dat klopte niet, want er was voor 1,6 miljard, was in feite liquiditeitstekorten waren dus geborgd. Nou ja, en toen wij er kwamen in februari, toen kreeg wel heel gauw het signaal dat het weer slecht ging. Dus we hebben als de donder gezorgd dat er voor 1,7 miljard aan derivaten zijn doorgezakt op leningen. Daardoor kregen wij 500 miljoen aan liquiditeiten weer vrij. Want anders hadden wij gewoon in februari de salarissen niet kunnen betalen. En we hadden ook partijen die ook tegen ons zeiden van... als je spullen geleverd wil hebben, dan moet je van tevoren betalen. Dus we hadden bijna het gênante dat we geen papier meer hadden bij Vestia. Dus we konden de printers niet meer vullen, omdat de leverancier terecht een kleinere leverancier zei van... ja, maar ik wil contant betaald worden, want er lopen al zoveel rekeningen achter. En gezien alle berichten in de krant, hebben we daar geen vertrouwen in. En wat opvallend was, is dat dat eigenlijk in de organisatie... niet als echt als een item werd gezien. Hè? Ik bedoel, we hebben discussies gevoerd met directeuren die zeiden... nou ja, als we nou 2 miljard verlies hebben of 2,2 miljard verlies hebben... dat maakt toch niet meer uit, want het is zo groot. Dus waarom kan ik mijn projecten niet door laten gaan? Dus wat wij als interim bestuur hebben gedaan, hè, Jacques Thiele en ik... is de eerste dag dat we kwamen, hebben we gezegd... er is een investeringsstop, er is een personeelstop. En dat gaf een heleboel discussie. Ja, want ook personeel stopt. Ja, het is jammer, maar er worden geen mensen aangenomen. En elk tijdelijk arbeidscontract wat afloopt, dat wordt niet verlengd. Hè. Ik bedoel, als ik zeg, dan bedoel ik Jacques Thiele en ik. Hè. Dus dat moet ik wij zeggen, maar in het vuur zou ik wel af en toe ik zeggen. Maar, en ook met een investeringsstop. Nou ja, om u een klein voorbeeld te geven. Er zaten beneden bij Vestia in Rotterdam, zat een man of 15 à 20 van Capgemini. En die waren bezig een mijn Vestia te bouwen, want... Vestia was natuurlijk uniek en je kon geen standaard software hebben. Dus, en
dat project hebben we ook meteen aan het eind van de maand stopgezet. We zeggen, nou, dit is een fase die afgerond, het is mooi. Want toen was er al 7 miljoen in geïnvesteerd. Hè. Dus men ging eigenlijk gewoon door, alsof er niks aan de hand was. En er waren twee vervelende mannetjes die dus riepen van, het gaat helemaal niet goed. U zei, meneer Eerens, net dat de organisatie vijandig was richting u. In het begin, ja. Dus eigenlijk miste de organisatie Erik Stalen. Ja, en ik denk dat een aantal mensen die nu bij Vestia werken nog steeds missen. Ja. Kijk, we moeten één ding niet vergeten. Vestia deed heel veel projecten. En deed ook volgens mij vestelijk een heleboel goede dingen. Dus iemand die een woonbedrijf had en daar directeur van was, ja, die was een graag geziene gast bij wethouders, was een graag geziene gast op andere plekken. Dus ze deden heel veel projecten. Dus om het te werken was het natuurlijk een ideale werkgever, want je kon eigenlijk bijna alle projecten doen die je wilde. Je was als corporatie stond je positief bekend bij de gemeente, de stakeholders en ook de huurdersorganisaties. Ondanks dat Vestia wel een straf huurbeleid had, waren het toch redelijk positief over Vestia. Dus, ja, de heer Staal was ook natuurlijk 20 jaar lang directeur-bestuurder van Vestia. En een goed ingevoerde journalist die stukken schrijft voor de website Follow the Money. Die typeerde hem als volgt, namelijk La Corporation, c'est moi. Zou je kunnen zeggen dat Vestia in feite de heer Staal was? Vestia was een heel groot eenmansbedrijf. Ja. En de dag dat u kwam, 1 februari, trof u waarschijnlijk ook aan dat de 3,5 miljoen een dag eerder over was gemaakt naar de rekening van de heer Staal? Nou, je voelt altijd een beetje aan je water of er iets is gebeurd. En dus na een paar dagen zei ik van, goh, is er nog een betaling geweest aan Erik Staal? En daar werd heel schimmig over gedaan. Dus aan degene die van de boekhouding die zei van, ja, maar dan mag ik je niet vertellen van de commissaris. En toen ben ik naar de voorzitter gegaan en gezegd van, wat voor flauwekul, ik wil gewoon weten wat er is. En Jacques Thiele en ik hebben gezegd van, wij willen gewoon weten wat er betaald is. Want ik heb geen zin om straks met een journalist te zitten die tegen mij zegt van, hey, ik heb dat en dat gehoord en dat is betaald. Nou, toen hoorden we dat die 3,5 miljoen was uitbetaald, netto 1,7 miljoen. Hè. Dus er was nog een hele discussie over of men nou zou zeggen dat die 1,7 miljoen had gehad of 3,5 miljoen. Hè, want was, en de rest was natuurlijk naar de belasting gegaan. Dus ja, uiteindelijk was het wel 3,5 miljoen, toch? Ja, nee, het was 3,5 miljoen, maar goed, daar moest belasting over betaald worden. Ja, en het gekke was, dat geld, dat had eigenlijk Vestia zelf niet hoeven te betalen. Want dat geld stond al lang op een rekening bij de notaris. Hè. Dus dat is op zich natuurlijk altijd heel gek dat je geld wat je als organisatie aan je bestuurders zou moeten gaan betalen, dat je dat buiten de organisatie op een geblokkeerde rekening of op een derde rekening bij een notaris neerzet. Dus dat geld hebben we toen weer bij die notaris teruggehaald. Dus dat om dat neer te zetten. Maar men deed er heel schimmig over. En eigenlijk een beetje zo van, ja, dat gaat je niet aan. Nou ja, goed, ik vind dat als je als interim bestuur daar zit, dan moet je dat gewoon weten. Kunt u uitleggen waarop die 3,5 miljoen gebaseerd was? Nou ja, kijk, als u naar de stukken kijkt, of integens, is de 3,5 miljoen grotendeels gebaseerd op een berekening rondom, zeg maar, een inhaaleffect van pensioenen. Ja, dus het was naast het pensioen. Dus een extra bijdrage. Nee, volgens mij was het. Meneer Staal kreeg een beschikbare premie. En blijkbaar had hij die zo slecht belegd dat het rendement niet zo hoog was om een bepaald rendement te krijgen. En men heeft toen, zeg maar, nabetalingen gedaan om in de perspectief van, ja, maar anders had hij misschien dat gehad. En ik denk bij mezelf, ja, bij elke nieuwe pensioenovereenkomst die met Staal werd afgesloten, stond altijd wel standaard een zin onder van, hiermee zijn de vorige pensioenovereenkomsten en niet meer. Dus, maar goed, want, wat wij hebben gedaan, ja. Jacques Thiele en ik, is dat we hebben gezegd van, met de commissarissen, er waren een paar nieuwe commissarissen gekomen, meneer Rauwe en meneer Tesmacher, van, we laten een onderzoek doen door Integens. En uit het onderzoek zal blijken hoe
alle stappen zijn, zijn geweest en zijn gedaan. Hè? Want zowel de nieuwe commissaris als Jacques Thiele en ik waren er uiteraard niet bij betrokken. Waren op dat moment zaten we in zo'n pressure dat je allerlei dingen moest gaan doen. Dus we hadden ook niet de tijd om het zelf uit te zoeken, hè, om het, voor het geval je dat al zou hebben kunnen. En gezegd van nou, we wachten het één tegensrapport af en dan kijken we welke stappen we er ondernemen. Dus we hebben het uitbesteed. En gezien mijn goede ervaringen die ik had met een monitoringcommissie bij Rotsdeel, heb ik ook twee van die drie mensen ook gevraagd om monitoringcommissie te zijn bij Vestia. En de derde heb ik zat in Zuid-Afrika, want anders hadden we die er ook bij gevraagd. Om ook daar weer te zorgen dat het onderzoek wel op een goede manier plaatsvond. Ja. Dan nog even een vraag hierover. Want klopt het, ik weet niet of u dat weet, dat die 3,5 miljoen ook te maken had met eerdere pensioenbijdrage aan de heer Staal, omdat hij zijn eerdere pensioeninleg niet goed heeft belegd, zelf niet goed heeft belegd? Ja, ik bedoel, dat moet je concluderen. Maar ik heb me niet in het onderzoek verder verdiept, omdat we hebben het uitgezocht. We hebben gezegd, dat deugt niet in onze optiek. En ja, het gekke is dat Vestia dus tegen zichzelf procedeert. Hè? Ik bedoel, juridisch is dat natuurlijk op zich heel gek. Hij zegt van ja, dit had niet mogen plaatsvinden. Ja, en stel het geld was niet overgemaakt, dan had u het niet overgemaakt. Dan had ik het niet overgemaakt, nee. Duidelijk. Dan de interne tegenspraak. Kreeg u het idee dat er voldoende interne tegenspraak was binnen Vestia? Geen enkele. Nee, ik bedoel, Staal was de baas. En als het om volkshuisvestingszaken ging, dan kon Anton van der Vlist een aantal dingen nog wel doen. Die vertegenwoordigde ook vaak Vestia buiten de deur. Maar als Staal zei dat het rood was, dan was het rood. En hij was de baas. En, ja, dus eigenlijk had hij zich omringd met ja-knikkers. Zo kun je het... ja en nee. Ja, dat men misschien niet kritisch genoeg naar hem was. Ten tweede, misschien hadden de mensen ook wel geen aanleiding om er tegen in te gaan. Hè? Ik bedoel, dat... het was natuurlijk best een plezierige werkgever om bij te werken. En men kreeg wel veel vrijheid. Meneer Eens, we hebben naar uw cv gekeken. U hebt een studie in de accountancy gedaan. U hebt zelfs uw loopbaan begonnen als accountant. En u zult bij Vestia ook de boeken zijn ingedoken. Wat vindt u van het werk dat accountant Deloitte heeft verricht voor Vestia? En dan heb ik het met name over controle van de jaren 2008 en 2009. Ja, ik ben ergens... In 1967 ben ik begonnen bij Klein van de Kraaijhof. Ik ben een keer afgestudeerd als accountant. Maar wij vonden dat zowel KPMG als Deloitte niet alert genoeg in de controle was geweest. We hadden een aantal dingen die we vonden die niet goed waren. Ten eerste, als je kijkt naar de administratieve organisatie en de interne beheersing, dan had de accountant opmerkingen moeten maken in mijn optiek. Zeker van dat als je een treasure portefeuille beheert van tientallen miljarden en die wordt beheerd door één persoon met iemand die hem assisteert en dat is de hele AOIC, dan als je bij een financiële instelling had gezeten, dan had er een risicomanagementafdeling gezeten, dan had er een complianceafdeling gezeten, dan was er een mens of tien bij betrokken geweest. Dus dat je als accountant daar geen opmerking over hebt gemaakt. Ten tweede vonden wij dat de waardering in de jaarrekening niet klopte. Dus dat de verliezen in de portefeuille werden gezien als een hedge op leningen. Terwijl als je naar de omvang van de portefeuille keek en de variabele leningen die er tegenover stonden, kun je dat niet als een hedge zien. En als derde, stond al een aantal jaren in het jaarverslag van Vestia, niet in de jaarrekening, maar in het jaarverslaggedeelte, dat de rente met 3% kon zakken zonder dat Vestia daar last van had. Ik bedoel, we hebben allemaal gezien dat Vestia daar heel veel last van heeft gehad. En ik vind als dat dus in het jaarverslag staat, waar je als accountant ben je niet verantwoordelijk voor het jaarverslag, maar wel voor de strekking die in het jaarverslag staat van de financiële gegevens, had je toch minimaal eens moeten vragen van, goh, laat me nou eens de berekeningen zien en de scenario's zien waar jullie dat op hebben gebaseerd, dat de rente dadelijk van 3% niet leidt tot die situatie waarin Vestia
is terechtgekomen. Dus ja, wij vinden dat de accountants niet alert genoeg zijn geweest. Ja. En ook in de signalering naar de Raad van Commissarissen, naar mijn mening minimaal hadden moeten zeggen van, zijn er scenario's? Hè? Zijn er scenario's gemaakt door Vestia van wat ontwikkeling in renteniveau, wat betekent het voor ons? Wat betekent het niet alleen qua solvabiliteit, maar zeker qua liquiditeit? Hè? Want kunnen wij dan al die bedragen blijven betalen in de collateral sfeer als die rente zo doet en misschien naderhand nog een keer daar komt? Hè? Bedoel, dus dat had je moeten doen. En ik vind, ik vond het schrijnend dat er werd gezegd Vestia is in controle. In commissaris, ik denk, ja jongens, dat kan toch niet. Twee man op zo'n afdeling met een treasury committee die bestaat uit meneer De Vries, meneer Wevers en meneer Staal, waar ik geen verslagen van heb kunnen vinden, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus dat kan dus niet. Dus, en wat ik vind dat je als accountant ook had moeten signaleren, Vestia was van businessmodel veranderd. Vestia was geen gewone corporatie meer. Dus Vestia was in feite voor een stuk een financieel bedrijf geworden. En je had minimaal tegen de commissarissen moeten zeggen van, goh, hebben jullie nou voldoende know-how om ook de toezicht te houden op dat financieel bedrijf wat er zit? En zoals u hebt gezien, zat er niet heel veel financiële kennis in de Raad van Commissarissen. Ja. Dus ik vind dat daar in de accountant tekort is geschoten. Mijn vragen waren gericht op accountant Deloitte, maar uw opmerkingen en antwoorden die gaan ook over accountant KPMG, want ja, die heeft de controle over het jaarverslag 2010 gedaan. Ja, en goed, en die heeft zelf erkend dat het niet goed is, want die heeft zijn verklaring ingetrokken. Dus dat, we willen een duidelijker bewijs hebben dat je vindt dat het niet goed is gebeurd. Dan is het als de accountant zijn eigen verklaring intrekt. Dus dat. Ja. En welke acties heeft u nu ondernomen tegen Deloitte en KPMG? Nou, ik niet. Vestia heeft een klacht bij de tuchtrechter ingediend. In die tijd? Ja. En de klacht van KPMG is toegewezen. De klacht van Deloitte is niet toegewezen. En voor allebei zijn we in hoger beroep gegaan. En is ook KPMG in hoger beroep gegaan. En dat zal de komende maanden dienen. En als we dan naar uw reactie en commentaar luisteren, dan zouden we kunnen concluderen dat als de accountants hun werk goed hadden gedaan, dat er wellicht eerder iets met de derivatenportefeuille was opgemerkt. Ja. Dus daar wellicht ook actie op ondernomen was. Kunt u daar nog iets over zeggen? Nou ja, kijk, we moeten één ding niet vergeten. Die accountants hebben geen derivaten gekocht. Hè? En dat heeft Centraal Fonds en WSW ook niet gedaan. Kijk, de fout ligt bij twee partijen. De banken, die dit nooit hadden mogen verkopen. Die hadden moeten kijken van wat is de cliënt, waartoe dient de portefeuille die wordt aangeschaft, dient die ten opzichte van de rol die in de statuten staat bepaald. Dus dat Vestia die had niet zo ijdel en eager moeten zijn om al die dingen te kopen. Dus daar zitten de twee, in mijn optiek, schuldigen. De accountant en de externe toezichthouder en het WSW hadden veel alerter moeten reageren en moeten zeggen van, hé jongens, wat gebeurt er hier? En waarom worden er niet die stappen genomen? Ik bedoel, maar dat is wat in feite had moeten gebeuren. Ja, dat had moeten gebeuren, maar als dat gebeurd was, dan had wellicht ook de schade van 2 miljard Ja, dat weet ik niet, want om het maar zo te zeggen, zelfs toen het WSW heeft ingegrepen in 2011, was het eerste wat Vestia deed, was bezwaar maken tegen ingrijpen van het WSW en daar ook een procedure over starten. Dus of Vestia echt geluisterd had, dat weet ik niet, maar dat weten we allemaal niet, want dan gaan we terugkijken naar hoe het ging. Maar normaliter ben je als Raad van Commissarissen en als bestuurder, maar ook als het accountantsrapport komt bij de externe toezichthouder, ja, dan moet je wel heel ver gaan als je zegt van, nou, die accountant schrijft flauwekul en daar doe ik niks mee. Hè? Ik bedoel, dan had toch in ieder geval de vraag moeten komen van welke follow-up is er geweest op de bevindingen van de accountant. Voorzitter. Dank u, meneer Bagier. Meneer Erens, nog even terug naar die vraag van collega Bagier over die 3,5 miljoen die overgemaakt waren. U zei net zelf, als het nog niet was overgemaakt, dan had ik het niet gedaan. Correct toch, hè? Ja. Zag u een concrete of juridisch reële mogelijkheid om dat niet te doen, inderdaad? Waar eerder die commissarissen en volgens mij ook minister Spies dat blijkbaar niet zagen.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat misschien ben ik wat dat betreft een beetje een straatvechter. Maar ik had gezegd, ga er maar om procederen als je het wil hebben. Dus dat, als je het op dat moment als bestuurder zodanige acties hebt genomen dat je de continuïteit van de organisatie op het spel hebt gezet en we gewoon moeite hebben om allerlei dingen te betalen, dan heb ik gezegd van nou, je wacht maar in de rij en als je wilt wil hebben, dan ga je maar procederen. Ja, en dat is meer gebaseerd op van, ik vind het niet zoals het hoort, als dat je zegt van, is het juridisch onderbouwd? Nee, dus misschien, als het was gebeurd, had ik misschien wel onmiddellijk, Jacques Thiel en ik, hadden het misschien wel moeten betalen. Maar ik vind dat je het gewoon had moeten zeggen. Hoe het in die discussie is gelopen, weet ik niet. Want daar ben ik niet bij geweest in januari, eind januari, omtrent de betaling. Ik bedoel, dat zult u aan de commissaris moeten vragen. Duidelijk. Meneer Bashir, u vervolgt. Meneer Eerens, kort voor uw aantreden bij Vestia heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een taskforce Vestia ingesteld. Om met die taskforce te kijken naar de derivatenportefeuille en die aan te pakken. De taskforce bestond uit een ambtelijke werkgroep op hoog niveau van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën. Vanuit Vestia zat u ook regelmatig aan tafel met die taskforce, samen met de externe financiële toezichthouder CFV en het Waarborgfonds. Zaten de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën eigenlijk op één lijn? Ja goed, ik had wel het gevoel dat ze op één lijn zaten en die lijn was toch afbouwen van die derivatenportefeuille. En dat, ik heb niet het gevoel gehad dat daar discussie tussen zat. En als er discussie tussen zat, dan was het in ieder geval niet op die momenten dat ik erbij was. Ze trokken samen op? Ja. Ja. En wat waren eigenlijk de dilemma's van het Waarborgfonds? Hoe bedoelt u? Waren zaken die opvielen bij die onderhandelingen die door het Waarborgfonds werden ingebracht? Ja, kijk, het Waarborgfonds, daar ben ik wel een beetje boos over geweest. Toen wij er twee dagen zaten, zei meneer Van der Post tegen mij van we gaan de kredietwaardigheid intrekken van het WSW. Dat heb ik ook tegen hem gezegd, dat je me niet hoeven te bellen in januari of we wilden komen om de boel op te lossen. Want op het moment dat je de kredietwaardigheid intrekt van Vestia, dan moet je de gemeente gaan informeren, dan moet je de banken gaan informeren, dan worden de leningen opgeëist. Ik zeg, en dan, ja, dan gaat Vestia gewoon de Bietenburg op. Hè? Ik bedoel, dus hebben we ook gezegd van ja jongens, volgens mij moet je dat dus niet doen. He, dus laten we nou kijken welke maatregelen we op korte termijn kunnen gaan doen en welke maatregelen op langere termijn moeten worden gedaan. Nou, dat is altijd wel een bron van discussie steeds geweest in het hele proces, dat het WSW toch een aantal keren heeft gezegd van ja, maar wij hebben onze verantwoordelijkheid naar de achtervangers, we hebben onze verantwoordelijkheid naar de financiers en we moeten wel vertrouwen hebben dat het proces ertoe leidt dat wij niet te laat die partijen moeten gaan informeren. Nou, dat is een heel gevoelig proces geweest. Maar samen u zegt met van ze dreigden met het intrekken van kredietwaardigheid van Vestia. Ja. Wat wilde het Waarborgfonds? Dat weet ik niet, dat moeten we meneer Van der Post vragen. Maar dat zij vonden dat de situatie van Vestia zo slecht was dat de kredietwaardigheid gevaar liep. Nou, toen wij de doorzakoperatie hebben gedaan in februari, hadden wij weer genoeg liquiditeiten. En waar zij mee zaten is dat zij 1,6 miljard... aan liquiditeitssteun hadden gegeven aan Vestia. En die 1,6 miljard, daar stonden de gemeenten Rotterdam en Den Haag garant voor. En die hadden wel gezegd, ja, maar die 1,6 miljard liquiditeitssteun willen we wel eigenlijk op een bepaald moment terugzien. Hè? Dus we moeten wel zorgen dat het leningplafond bij Vestia weer omlaag ging. Dus dat, en als borg moet je daarop letten. Dus dat, en waar wij wel wat last van hadden, is dat Centraal Fonds en WSW hadden op dat moment toch een andere gedachte over zaken die gingen. Plus, wat we zelf heel lastig vonden is, ik zal nu mijn agenda niet laten zien van de maanden, begin maanden die ik bij Vestia zat, maar wij waren constant op pad met banken praten, met aannemers praten, met gemeenten praten, want het is wel leuk om te zeggen, wij zetten een heleboel projecten stop. Maar en een heleboel overeenkomsten gaan we niet meer doen. En
We hadden overeenkomsten met bijvoorbeeld met Dura. En daar hadden we misschien wel 14 overeenkomsten mee. Waarbij de ene overeenkomst was dat je er een keer over had gesproken. En de andere overeenkomst was dat je nog net niet die handtekening had gezet. En dan moest je dus wel gaan onderhandelen met al die partijen om te zorgen dat een heleboel van die investeringen niet meer door konden gaan. Je had ook investeringen waarbij de mensen bij wijze van spreken al op de bouwplaats stonden. Ja, die kon je moeilijk zeggen, maar stop er maar mee. Dus we hadden enorme veel te doen in die bepaalde periode. En met name de druk die we van banken hadden. Dus, over die onderhandelingen met de banken, daar kom ik zo meteen op. Onderhandelfase, gewoon ervoor. Ja, al die banken wilden zien en die wilden weten wat het was en die wilden allemaal informatie. Ja, ik wil toch nog met u even terug naar het Waarborgfonds. U zegt van, ja, u moet het aan meneer Van der Post vragen van wat zij nou precies wilden. Maar u zat natuurlijk ook aan die tafel. En wat viel u nou op? Wat was uw indruk? Hielp hun dreigement om de kredietwaardigheid van Vestia in te trekken? Nou, die hielp niet aan ons toe in ieder geval. Ze hebben het ook niet gedaan, hè? Dus laten we er ook daar duidelijk in zijn. Dus ze hebben wel meegewerkt. Maar er is ook wel overleg geweest met BZK en met WSW. BZK is toch de belangrijkste achtervanger om te kijken welke stap je moet doen. Maar ze wilden wel heel duidelijk hebben dat er stappen werden gezet. Ja. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. En je had net ook over de externe financiële toezichthouder, CFV. Ja. Die had een andere agenda. Het CFV die had een framework gemaakt. En in het framework moesten wij in een versneld tempo moesten wij derivatenposities afbouwen. Ja, dan moet je gaan, om in de techniek te hebben, dan moet je gaan unwinden, zoals we dat dan noemen. Maar als je gaat unwinden met een bank, ja, dan ben je gewoon heel veel geld kwijt. Dan ben je niet alleen de negatieve marktwaarde kwijt, maar dan ben je dus ook in feite alle kosten die de bank moet maken om in feite de tegenkant van de transactie, om die te unwinden, want de bank gaat het niet op het boek nemen. Die kunnen ze bij je in rekening brengen. Dat staat gewoon in de ISDA-overeenkomsten die er waren gesloten. Dus je kon maar heel beperkt iets doen, want het kostte iedere keer veel geld. Dus wat probeerde je dan? Je probeerde dan een aantal transacties met een positieve marktwaarde en een aantal transacties met een negatieve marktwaarde zoveel mogelijk in een potje te doen om te zeggen van nou, dan kan ik wat gaan doen. Maar dat ging natuurlijk in een heel laag tempo, want het merendeel had dus gewoon een negatieve marktwaarde. Dus zoveel positieve marktwaarden hadden we niet om daarin in wat te doen. Ja. En dus wij kregen ook iedere keer op ons duvel van die afbouw gaat niet hard genoeg. En als ik geen geld heb, kan ik niet afbouwen. Ik bedoel, dus dat toen we in februari die doorzak deden, hadden we wel natuurlijk in één keer 1,7 miljard van het derivatenportefeuille op de leningen laten drukken. Dus die waren dan als derivaat verdwenen, maar waren natuurlijk in de rente terechtgekomen. Kijk even naar de voorzitter, of hij nog aanvullende vragen heeft. Nee, alleen één puntje. Kunt u nog even toelichten wat doorzak is in een paar simpele woorden? Ja. Daarna gaan we terug naar meneer Bashir. Als doorzakken betekent dat je zegt van ik heb een derivaat en die vertaal ik, die los ik af, maar die neem ik in het rentebedrag mee wat je in feite op de lening moet betalen. Dus in feite zegt een partij, ik neem die derivaten van je over, maar dat vind je dan terug, de negatieve marktwaarde in een hogere rente die je betaalt op die leningen. Dan ben je van het derivaat af, maar dan betaal je wel in de toekomst. Betaal je natuurlijk gewoon die negatieve marktwaarde terug in een hogere rente. Dat is in feite doorzakken. Populair gezegd. We hebben het meneer Eerens net kort over de derivatenportefeuille van Vestia gehad. Kunt u voor onze commissie uitleggen van hoe groot de portefeuille was hoe zich dat ontwikkelde? Ja, moet ik even een papiertje pakken. En wat nou het probleem was ook met de derivatenportefeuille? Ja. Nou, als u kijkt naar de jaren, dan had ultimo 2009, had Vestia derivatenportefeuille van ongeveer 10,8 miljard. Men had een leningportefeuille van 3,8 miljoen. En in die leningportefeuille staat 1,4 miljard aan variabele leningen. Dus op 1,4 miljard aan variabele had Vestia 10,8 miljard derivaten afgesloten. Ja,
En als je gaat kijken naar 2010, dan was de verhouding 839 miljoen aan variabele leningen en 17,5 miljard aan derivaten. En eind 2011 had men 2 miljard aan variabele leningen en 23,6 miljard aan derivaten. Dus op 1,2 miljard in 2011 had de Vestia meer dan 21 miljard aan derivaten afgesloten. 23,6 miljard. Ja. Dus veel meer dan noodzakelijk. Ja, dus ik heb altijd gezegd van een kind kon zien dat daar een scheve verhouding in zat. Ik bedoel, en wat Vestia iedere keer aanvoerde, die zei van ja, maar wij moeten... het WSW staat toe dat je een maximaal renterisico hebt van 15% per jaar. En als je meer hebt, dan moet het afgedekt zijn. En Vestia draaide dat altijd om. Die zeiden nee, we moeten 85% van onze lening moeten wij in derivaten hebben afgedekt. Van onze leningportefeuille. Plus, we gaan in de toekomst nog allemaal leningen afsluiten. Want we gaan in de toekomst allemaal investeringen doen. En daar gaan we ook nu vast derivaten voor afsluiten. Dus men had een heel stuk naar de toekomst toe, had men al als derivaat ingeboekt om dat te doen. Daarnaast had men, als ik de techniek moet zeggen hoor, had men in de portefeuille had men ook een aantal derivaten afgesloten. Waarbij... Ja, ik vergelijk het altijd met een put-optie geschreven, waarbij men de rechten bij de bank had neergelegd. Bijvoorbeeld een bank had het recht om in 2030 een lening van 100 miljoen tegen 3,5% te leveren. En daar kreeg het dan Vestia een premie voor en die premie werd als rentebaten geboekt en die verdween in het resultaat. Daarom was onder andere zo'n laag renteresultaat. Maar als die bank nou dat recht heeft van 3,5% en de rente is op dat moment 5%, dan zegt de bank, nou, ik maak niet meer van mijn recht gebruik, dus u kunt wel bij mij afsluiten, maar dan is het gewoon 5%. En is de bank zijn premie kwijt. Maar dan heb je dus niks gedaan aan rentedekking. Want als de rente op dat moment 2,5% was geweest, dan zegt die bank van, nou, dat is mooi, want ik heb met jou een derivaat afgesloten, dus je moet tegen 3,5% moet je bij mij financieren. Dus, als ik het kort kan samenvatten, waren er producten waarbij Vestia eigenlijk als een soort verzekeringsbedrijf opereerde voor banken? Ja. Dus de omgekeerde wereld eigenlijk. Ja. En dat komt omdat men schreef. Hè? Ik bedoel, het is, kunt u ook even kort voor ons, maar dan ook heel kort ingaan op de negatieve marktwaarde die steeds ontstond en waardoor dat kwam? Nou ja, kijk, de negatieve marktwaarde, je toetst de rente aan zeg maar de rente die je in de derivatencontract hebt opgenomen. Dat was bij Vestia was het heel veel gekoppeld aan 30 jaar Nederlandse staat. En dan ga je kijken wat de werkelijke rente is. En het verschil over de looptijd is een negatieve marktwaarde. En die kan ook positief zijn. Hè? Ja. Dus als de rente hoger is, en dat was altijd van Vestia het verhaal, als de rente hoger is, dan moeten de banken aan Vestia betalen. En dan heb ik eigenlijk goedkope financiering. Ja. Het Waarborgfonds draaide in augustus 2011 de geldkraan voor Vestia dicht, zodat er geen geld meer was voor margin calls. Was dit naar uw idee een verstandige keuze? Ja, anders was Vestia gewoon doorgegaan. Hadden ze dit niet eerder moeten doen? De geldkraan dichtdraaien? Ik denk het wel. Dus dat heb ik ook tegen het WSW gezegd. Je had het eerder moeten doen. Maar gelukkig hebben ze het op een bepaald moment gedaan. Anders was Vestia gewoon doorgegaan. Ja. Wat denkt u dat de reden is dat het Waarborgfonds dit niet eerder heeft gedaan? Weet ik niet. Kijk, ik bedoel, er is wel correspondentie geweest en er zijn wel gesprekken geweest, maar... Ja, Vestia was nou niet een gezeggelijke partij met zaken die gebeurden. En men had een duidelijke visie over hoe het met de rente zou gaan verlopen. En in die visie zou de rente ook weer gewoon omhoog gaan. Hè. Maar ook de dingen die meneer Staal zei, van zorg nou maar dat die rente omhoog gaat. Dan zijn alle problemen afgelopen. U zegt, ik weet het niet, maar wat we moeten doen? Nou, dan moeten we van de post vragen waarom ze het niet hebben gedaan. Dat moet ook geen vermoedens zijn, duidelijk. Direct na uw aantreden bij Vestia bent u met de banken gaan bellen. Dat vertelde u net. Welke banken heeft u gesproken? Allemaal. En hoe waren die gesprekken? Vestia had altijd gesuggereerd als Erik Staal weg zou gaan, dat er dan geen continuïteit was. En dat een event was, een gebeurtenis, waarbij de banken hun contracten zouden kunnen beëindigen. En dat was ook een beetje waarmee bepaalde maatregelen ook in de greep kwamen. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben onmiddellijk al die banken gebeld.
En gezegd van nou, er is geen event, want er is continuïteit in de leiding. En of dat nou poppetjes Staal is of poppetjes Tiele en Erens, dat maakt voor de continuïteit in de leiding niet uit. Dus het is ook geen event. Nou, dat vonden die banken ook allemaal. Dus dat is ook door geen enkele bank in die periode gezegd van we zeggen nu alle contracten op. Ik bedoel, maar ze wilden wel meteen weten wat aan de hand was. Want bedoel, er stond volop in het Financieel Dagblad en in andere bladen van wat er stond. En, dus, en wat viel op met de gesprekken die u voerde? Viel daaruit op dat de banken bereid waren mee te denken? Nee, meedenken was er niet. Kijk, wat opviel is dat we bij de meeste banken bij bijzonder beheer terechtkwamen, als je het zo wil vertalen. Ja. Dus de normale gesprekspartners, de accountmanagers of de traders. In het begin waren die er nog wel even bij, maar er waren natuurlijk veel minder mensen van bijzonder beheer. Plus de juridische afdelingen van de banken. Dus in een aantal gevallen kwam er ook echt, om het maar zo te zeggen, een busje naar Vestia toe met een aantal mensen. En het was allemaal hoog van de toren. Dus, kunt u misschien ook een aantal namen noemen voor ons? Welke banken stelden zich nou het hardste op? Nou, in de hele procedure is ABN AMRO bij ons de bank geweest die zich hardst heeft opgesteld. Ik bedoel, die hebben Jacques Tiele en mij ook persoonlijk aansprakelijk gesteld toen wij de het vastgoed van Vestia als hypothecaire onderpand hebben gegeven bij het WSW. Wat we overigens conform de deelnemingsovereenkomst gewoon verplicht waren. Maar dat... Dus die hebben zich keihard opgesteld. Maar andere banken, er waren bij de banken natuurlijk ook een aantal mensen die niet graag naar hun bazen wilden lopen. Om te vertellen dat het met Vestia niet goed ging. Ik bedoel, er waren enorme portefeuilles afgesloten aan derivatencontracten. Er zijn natuurlijk ook geweldige winsten geboekt op die contracten. En er waren ook heel veel herstructureringen hebben er plaatsgevonden in die portefeuilles. Waarbij het voor de banken zeer profijtelijke transacties waren. Dat, om dan naar je baas toe te moeten stappen van... we hebben wel vorig jaar dat bedrag als winst geboekt en ik heb die bonus gehad. Maar het ligt nu toch even iets anders. Ja, dat is dan toch een ander gevoel. Dus de gesprekken waren vrij fel en vrij hard. U bent, vertelde u samen met de heer Tiele, ook persoonlijk aansprakelijk gesteld. Ja. Dat was een pressiemiddel. Het heeft verder niet gevolgen gehad. Nou ja, kijk, je moet wel even. Daar heb ik echt een dag aan gedacht van ik stop ermee. Je moet toch thuis even uitleggen. En dan komt de koerier en die komt een briefje brengen dat je persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de verliezen die ABN AMRO kan leiden in die transactie. Nou, dus mijn echtgenoot wel even uitleggen van wat kan dat betekenen. Dus het is wel een vrij, vind ik, een heel grof middel dat je hanteert als bank tegen degene die het probleem moet oplossen. Ik heb een keer met meneer Wientjes over gesproken van VNO-NCW en die was er echt zwaar verbolgen over. Die zei van nou, ik vind beneden niveau dat een bank dat doet. Ik bedoel, en dat vindt u zelf ook, neem ik aan? Ja, dat vind ik ook. En het is er ook pas afgegaan toen we de overeenkomsten hebben getekend. Ja. En toen kreeg ik wel een soort excuusbrief. Maar ja, kijk, die excuusbrief die kreeg ik niet in eind mei toen het werd neergelegd. Dus het was duidelijk een pressiemiddel. Ik bedoel, anders kun je het niet beschouwen. Ja. Ik bedoel, De persoonlijke aansprakelijkheid volgde op het feit dat het Waarborgfonds hypotheken vestigde op het bezit van Vestia. Ja. Kunt u dat ook kort vertellen aan ons, van hoe dat gegaan is? Ja hoor, het Waarborgfonds heeft het overigens eerder geprobeerd, in november 2011. Maar toen wilde Vestia niet. Wiens idee was dit nu weer? Van meneer Van der Post, van het WSW. Okay, sorry. Ja. Dus ik heb met het WSW gesproken. En op een gegeven moment met WSW en BZK erbij vonden we dat een goede lijn die moest gebeuren. Nou, dan moest je dat organiseren, want daar moet de commissaris ook allemaal toestemming voor geven. En je moet het ook zodanig organiseren dat het niet bekend wordt. Ik bedoel, want wij hebben dit gedaan omdat ten eerste het WSW daar recht op heeft. Want die is borg voor de leningen en het onderpand staat voor leningen. En de borg staat niet voor derivaten. Maar je voorkwam ook meteen dat er beslag werd gelegd op de panden. Ja. En dat... Nou ja, goed. En wat was de reactie van de banken hierop?
Want zij hadden opeens geen zekerheden meer. Die waren hels. En diezelfde avond had ik dan in ieder geval van ABN AMRO dat verhaal binnen. En ja, men vond het niet netjes. Ik bedoel dat... Uiteindelijk bereikt Vestia op 18 juni 2012 een overeenkomst over de afkoop van het derivatenportefeuille met de banken op Credit Suisse na. Deze overeenkomst wordt ook wel de termsheet genoemd. Kunt u aan de commissie uitleggen hoe dit uiteindelijk tot stand is gekomen? Ja, we hebben een aantal sessies gehad met de banken. Op een gegeven moment hebben de banken Lazaar ingeschakeld als partij die voor hen de gesprekken voerde. Lazaar wilde volledige inzicht hebben in hoe Vestia ervoor stond. Dus we hebben een soort dataroom ingericht bij Houthoffen. Dus de gegevens die, van Vestia, en er waren niet alleen gegevens over alle derivatencontracten, maar ook de financiële positie van Vestia, jaarrekeningen, tussentijdse verslagen en al dat soort dingen. En omdat wij ook aangaven dat wij waren gestopt met het betalen van collaterals. Dus dat... De margin calls en de zekerheden. Ja. Dus en we hadden de zekerheden weggegeven in de ogen van de banken. En we stopten ook nog een keer met de collaterals te betalen. We hadden gewoon geen geld meer. En op dat moment zat iedere keer die negatieve marktwaarde van tussen de 2,8 en de 3,4 miljard. Hè. Dus dat... daar hebben we over onderhandeld. Over onderhandeld waarbij je voor Vestia gold dat je eigenlijk tweeënlei onderhandelt. Of gezamenlijk onderhandelt met het Centraal Fonds. Want ik kan wel een grote broek aantrekken en zeggen van Vestia wil dat betalen. Maar ik had niet meer geld als wat we al hadden gestort. En we hebben er 100 miljoen bijgestort. En de rest van het geld moest van het Centraal Fonds komen, dan in feite van de andere corporaties. En dat kwam dan niet in geld, maar dat kwam dan in een lening. Hè. Ik bedoel dat, maar die moest wel gegarandeerd worden voor die bank. Het afkoop. Ja. En die gesprekken die zijn wel heel fel geweest. En de banken hadden zich, naast Lazaar was Ellen en Overy een belangrijke partij van hen juridisch. Wij hadden Houthof en iemand van PwC die ons hielp. En het Centraal Fonds en Vestia zijn toen gezamenlijk opgetreden in die onderhandelingen. En het afkoopbedrag is uiteindelijk 2 miljard euro geworden. Ja. Zoveel kost het dus Vestia. Hoe is dat bedrag tot stand gekomen? Ook gezien de renteontwikkelingen op dat moment. Op dat moment gaat het toch van hoe kom je op een onderhandelingsresultaat uit. En dat... En moeten we meespelen dat in die periode, in juni, speelde ook nog een keer de Griekenlandcrisis. Dus je zag een enorm effect op de rente. Hè? Dus, alles zat tegen om te gaan onderhandelen om dat te dingen. Maar je moest wel, want de minister had heel duidelijk in de Kamer gezegd van de derivatenportefeuille wordt beëindigd. Ja. Dat was overigens in het onderhandelen niet zo handig dat dat zo duidelijk was neergezet. Want dat betekent wel dat je de andere partij weet dat je van de portefeuille af moet. Ja, we hebben ook als commissie gekeken naar de renteontwikkeling op dat moment. Ja. En wat ons opvalt is dat het bedrag van 2 miljard ook het bedrag van de negatieve marktwaarde op dat moment was. Althans ongeveer. Maar dat is niet zo. Ik bedoel, Cardano heeft een keer van ons uitgerekend en die heeft gezegd, het zou tussen de 2,4 en de 2,8 miljard zijn. Daarnaast moet je ook altijd meerekenen dat als je de portefeuille unwindt op dat moment, dat alle kosten betaal je ook niet meer die erop komen. En die kosten kunt u echt voor 20-25% meerekenen die de bank moet maken aan de andere kant om te winden. Dus of Vestia een goede deal heeft afgesloten is altijd heel moeilijk te zeggen. Ik bedoel, zijn... Ook collega's in de volkshuisvesting geweest die hebben geroepen van jullie hebben een slechte deal afgesloten. Zeggen, dan moet je volgende keer jullie maar inhuren om dat te doen. Dat is op dat moment niet meer niet neer te zetten. De keiharde opdracht die wij hadden is je moet van die portefeuille af. Ja. En dat was de keiharde opdracht. Maar dan toch nog het bedrag van 2 miljard. Hè? Was dat nou het maximum bedrag wat Vestia en CFV in hun gedachten apart hadden gezet? Was het bijvoorbeeld ook 3 miljard kunnen worden? Nee, dat had als het de rente niet even nog verder was gezakt? Had het niet kunnen worden. Ik bedoel, dat, kijk, wat heel nadrukkelijk heeft meegespeeld in die discussies, is dat je Vestia niet failliet kon laten gaan. We hebben wel eens uitgerekend wat het zou gaan kosten als Vestia failliet ging.
En als Vestia failliet ging, kost het niet alleen geld aan Vestia, maar je blaast het hele systeem op. En het systeem wat we in Nederland hebben in de volkshuisvesting is dat je op een goede manier de financiering hebt geregeld. Nou, op het moment dat je Vestia failliet laat gaan, dan leg je een bom onder de hele zekerheidsstructuur van de sector. Dat werd heel nadrukkelijk bij ons meegespeeld. En we hebben gezegd van, nou, ten eerste kost het Vestia meer als ze failliet gaan. En ten tweede, als je de hele zekerheidsstructuur opblaast in de sector. Ik bedoel, corporaties lenen in Nederland goedkoop. Ja, dat is duidelijk. Ik wil toch nog even met u terug naar dat bedrag van 2 miljard. En ik ben even aan het kijken van, stel nou dat de rente nou verder was gezakt, dan was de negatieve markt... In die periode van onderhandelingen heeft hij ruim boven de 3 miljard gestaan. Ja. Dus een bedrag van 3 miljard was Vestia nooit akkoord mee gegaan? Nee, dat kunnen we niet meer. Wat wij hadden was in feite de 1,2 miljard die we al gestort hadden, de 100 miljoen die we nog maximaal bij konden storten. En dan zou dus het Centraal Fonds moeten hebben gezegd van, nou, ik ben bereid 1,7 miljard erbij te stoppen. En dat betekent dus dat alle andere corporaties dat moeten betalen. Hè? Want zo zit ons systeem in elkaar. Dus je hebt op een gegeven moment ook gezegd, dus ja, je had een stille hoop dat het met die rente in die tijd wat beter ging. Nou, dat ging eerst niet en toen weer wel en toen niet. Maar het zijn dagkoers. Ja. Ik bedoel, dus je weet nooit, hè? Als je nu naar de rente van vandaag kijkt, dan zeg je van, ja, het beeld is er niet beter op geworden. Hè? Ik bedoel, dus het zijn allemaal dagkoersen, maar we hadden niet meer de liquiditeit om collaterals te betalen. Dus wij hebben ook, wij hebben bijvoorbeeld aan Cardano het collateralbeheer gegeven. En Cardano is een respectabele partij binnen de financiële wereld. En die waren ook heel boos op ons en we zeiden van, ja, we storten niet meer. Want die zeiden van, ja, maar onze goede naam gaat eraan, omdat wij eigenlijk als vertrouwenspersoon worden beschouwd door de banken, omdat wij het beheer doen van de collaterals. Dus je hebt op dat moment niet zoveel ruimte. Deze overeenkomst was een afkoopovereenkomst. Er zullen ook ongetwijfeld mensen zijn die zouden zeggen van, ja, we hadden ook een andere optie kunnen kiezen, namelijk afwachten. Want wellicht gaat de rente op een gegeven moment wel weer stijgen en dan is het verlies van Vestia ook weer weg. Waarom heeft u niet voor die optie gekozen? Omdat de minister ons bevolen had om het af te bouwen. Was het een optie geweest voor u om af te wachten? Stel, er was genoeg geld door CFV beschikbaar gesteld. Wij hebben een verbeterplan daarvoor gemaakt. Dat werd afgekeurd, waarbij we een bepaalde portefeuille overhielden. Ik bedoel, maar ook dan, en dat snap ik ook best, je wil een probleem oplossen. Kijk, want van rente, ik bedoel, hebben we allemaal geen verstand. Dus ik roep ook altijd van, hoedje voor mensen met een visie, met een rentevisie, want daar hebben we geen dingen die je niet kunt, niet kunt beïnvloeden, moet je ook niet willen beïnvloeden. Dus wat die rente doet, ja, ik weet het niet. Ik bedoel, er zullen nu ongetwijfeld ook allemaal mensen roepen van, straks gaat de rente wel weer omhoog en al dat soort dingen, dat zal wel. Daarnaast had Vestia in een heleboel contracten, hadden ze er dus geen donder aan als de rente omhoog ging, want dan lagen de rechten bij de bank en werd je positieve marktwaarde dus ook niet gerealiseerd. Hè? Dus je moet ook kijken naar het totaal van de portefeuille. En het totaal van de portefeuille, als het allemaal recht toe recht aan renteswaps waren geweest, dan had je daar nog veel meer in kunnen doen. Maar er zaten een stel exotics in, er zaten een stel andere punten in. Dus. Dan het bedrag zelf, 2 miljard, is dat nou de uiteindelijke schade of is het bedrag hoger? Ja, kijk, de uiteindelijke schade die Vestia leidt is natuurlijk veel hoger, want je hebt projecten moeten stopzetten. Nee, ik heb het over het financiële gedeelte. Ons onderzoek is ook gebleken dat er eerder ook nog een bedrag is doorgezakt. Kijk, in de doorzak heb je ook een verlies genomen en naar de toekomst toe. Ja. Dus in feite kun je zeggen dat als je het hele totaal bekijkt, dan heeft Vestia tussen de 2 en de 2,5 miljard gekost. Kijk even naar de voorzitter. Dank u. U zei net, meneer Erens, dat er een berekening is gemaakt van de kosten van een eventueel faillissement, even afgezien van de maatschappelijke ongewenstheid, et cetera. Wie heeft die berekening gemaakt? Nou, met Centraal Fonds hebben we daarover zitten filosoferen en met het ministerie. En wat kwam daaruit? Dat we tussen de 3 en de 5 miljard, een beetje afhankelijk van hoe je dat inschat. Ik schors de vergadering voor maximaal 10 minuten. Okay.
Dank u wel. Ik heropen de vergadering, meneer Erens. Voordat we even naar de huurders van Vestia gaan en de gevolgen van het hele debacle voor die mensen, wil ik nog even kort terug met u naar die schade van 2 miljard voor Vestia. En die doorzakoperaties, u zei zelf al, je komt dan tussen de 2 en 2,5 miljard. En er zitten nog allerlei kosten bij die ook met dat afwikkelen gepaard gaan, ook voor Vestia. Dus kunnen u nog eens duidelijk bevestigen dat de schade wel degelijk hoger is dan 2 miljard euro? Ja, de schade is hoger en van die 2 miljard euro is de verdeling natuurlijk dat 700 miljoen in eerste instantie door de collega-corporaties wordt opgebracht. Mm-hmm. En de 1,3 miljard door Vestia. Ja. En die 700 miljoen die heeft Vestia in feite als saneringsbijdrage toegekend gekregen. En dat is theoretisch of praktisch is dat een lening. Dus op het moment dat het Vestia weer heel erg goed zou gaan, zou ook die lening weer teruggevorderd kunnen worden door het Centraal Fonds. En daardoor weer de sanering terugbetaald. Maar tot op heden is dat nog bij geen enkele sanering gebeurd. Dus dat wil ik niet op vooruit lopen. Duidelijk. Dan nog even kort het punt van het Waarborg Fonds Sociale Woningbouw. U zei net in antwoord op collega Bashir, meen ik, dat het Waarborg Fonds op enig moment stopte met het borgen van die liquiditeitstekorten. Dat hebben ze gedaan en u zei het was ook maar goed dat ze dat deden, want anders was Vestia doorgegaan. En u zei, de minister heeft bevolen van we moeten de zaak nu afbouwen. Dus gaan we naar de term sheet toe, onderhandeling met de banken. Wat zou er nu gebeurd zijn als Vestia die borging wel nog had gekregen iedere keer voor liquiditeitstekorten? En ze waren inderdaad doorgegaan, zoals u dat noemde. Wat was dan het risico? Waar zouden ze dan tegenaan gelopen zijn? Nou ja, waar je tegenaan loopt is dat, om het maar heel plat te zeggen, op een gegeven moment had je een negatieve marktwaarde van 3,4 miljard... En een threshold van 1 miljard. Dus er had 2,4 miljard afgestort moeten zijn geweest naar de banken toe. Maar je weet niet waar je op uitgekomen was. Ik bedoel, want kijk, achteraf kun je altijd zeggen van nou, op een bepaald moment heb je een renteniveau en dat zie je na het rand wel weer terug. Dus het had, je had misschien moeten doorgaan of niet moeten doorgaan. Maar wat de minister wilde, en dat vond ik heel verstandig van haar, is dat ze zei, ik wil het probleem opgelost hebben. Want ik wil niet een tijdbom hebben, ook voor de andere corporaties, op de activiteiten die Vestia doet. Want uiteindelijk komt die rekening iedere keer weer neer bij die andere corporaties. En dat en Vestia had het zelfstandig niet kunnen redden, want die had dus niet het geld om die 2 miljard te betalen. Want die had 1,3 miljard wat ze betaald hebben. En die 700 miljoen die als lening is gekomen, die had Vestia zelf niet kunnen opbrengen. En die hadden ze dan wel als contant moeten opbrengen. Want dat was dan gewoon een collateral geweest. Nieuwe margin calls. Ja. Dus met andere woorden, u zegt, als ik u goed samenvat, dat Vestia niet had kunnen doorgaan. Want anders hadden ze steeds meer zekerheden moeten afstorten met die lage rente. En dat hadden ze gewoon niet kunnen betalen. Ja, en ze zaten aan een plafond met wat je aan zekerheid hebt bij het WSW. Het WSW borgt niet meer dan 50% van de boswaarde van je bezit. Nou, daar zat Vestia ook op. En dus ook het WSW had ook zelf niet meer geld mogen geven conform hun eigen statuten en reglementen. Was dat bij Vestia bekend, voordat u zelf daar kwam, dat men überhaupt tegen het plafond aanliep? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat Vestia een van de weinige corporaties was die nooit bezwaar maakte tegen de boswaardevaststelling. Goed. Meneer Erens, even naar de huurders. Die bakel, we hebben net gezien, term sheet 2 miljard euro afkoop naar banken toe. Schade ligt eigenlijk hoger, zegt u zelf ook. Wat is volgens u nou, wat zijn de gevolgen voor de huurders van Vestia zelf in eerste instantie? Want Vestia moet een groot deel zelf meebetalen en 6700 via saneringsheffingen andere corporaties. Maar de huurders van Vestia, wat merken die dan nou van? Nou, de huurders van Vestia merken als zij vertrekken en er komt een nieuwe huurder in dat die een hogere huur betaalt. Dus zeg maar, bij de harmonisatie is het beleid van Vestia opgetrokken naar 94% van de maximaal redelijke huur. Dus dat betekent dat voor nieuwe huurders het effect in de huurprijs hoger is. Wat was eerst het percentage? Dat zat rond in de 80. Dus dat is toch een aanzienlijke stijging? Ja, dat is een aanzienlijke stijging. Dus dat merken nieuwe huurders. Bestaande huurders merken dat wij hebben niet bezuinigd op het onderhoud, maar wel met renovaties ga je schuiven. Dus met het
grootscheepse vernieuwing, daar is wel mee geschoven. En wat je als voornaamste merkt, is dat je geen investeringen meer doet. Maar goed, de Vestia had in de jaren daarvoor genoeg geïnvesteerd. Dus daar merken bestaande huurders misschien minder van. Maar zeker nieuwe huurders merken dat wel. Maar het grootste effect zit voor de huurders, is dat je een marginale corporatie bent qua middelen. Je hebt toch 90.000 woningen. En ja, je middelen zijn daarin in beperkt. Dus in het gewone dagelijkse onderhoud en dergelijke merkt een huurder niks. Want dat hebben we ook uitdrukkelijk gezegd, dat blijft bestaan in die lijn. Dus dat, Als we toespitsen op Den Haag en Rotterdam, waar de meeste huizen van Vestia staan, die inwoners daar en dat opknappen van die wijken. Ja, goed, in Rotterdam hebben een paar corporaties een gedeelte van de investeringen overgenomen. Hè? In Rotterdam-Zuid, dus daar zijn een aantal investeringen overgenomen door collega-corporaties. Niet alle investeringen, dus die investeringen gebeuren dus voorlopig niet. In Den Haag hadden wij heel veel projecten. Daar hebben we een deal met de gemeente mee gemaakt. En er waren ook projecten bij. Het Haga ziekenhuis en het sportpark Zuiderpark van ADO en dergelijke. Dus daar waren nog geen huurders. En wat we in de WOM hebben gedaan, is in Den Haag Zuidwest samen met de gemeente Den Haag een wijkontwikkelingsmaatschappij opgericht. Waarbij de gemeente Den Haag de middelen fourneert. En waarbij dan toch de vernieuwing van die wijk door kan gaan. En dat is een project geweest waar we heel veel discussie met het Centraal Fonds over hebben gehad. Of Vestia dat wel mocht doen of niet mocht doen. En die zat in een totale package deal. Wat huurders overigens nog, en dat geldt voor alle huurders, sowieso merken, is dat Vestia woningen verkoopt. Dus de voorraad aan betaalbare woningen wordt natuurlijk kleiner. Ik bedoel, als je een verkoopprogramma hebt van 16.000 woningen, dan gaan die deels naar andere corporaties toe, overigens een beperkt gedeelte, dus dat blijft dan in stand. Maar wat je verkoopt in de particulieren en als je eventueel verkoopt aan andere partijen, heb je niet de zekerheid dat die woningen in de sociale huurvoorraad blijven bestaan. Deel van de rekening van Vestia ging via het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting als saneringsheffing naar andere corporaties. Ja. Wat is dan het gevolg voor de huurders van die andere corporaties? Nou, dat ook daar corporaties een aantal projecten niet meer doen. Ik bedoel, ik kan me nog wel de uitspraak van meneer Bregman herinneren van Nijenstee in Groningen. Dat hij zei van tegen de huurders, deze renovatie zullen wij toch moeten uitstellen. Want we hebben de Vestia-heffing. Ik bedoel, er werden overigens meer dingen uitbetaald. Maar goed, maar dat, kijk, die 700 miljoen die andere corporaties moeten opbrengen, is ook gewoon huurdersgeld. Alles is gewoon huurdersgeld wat je in feite onttrekt aan het maatschappelijk kapitaal van de corporaties. En dat is van de huurders. Dat is duidelijk. Als u zelf, meneer Erens, kijkt naar Vestia, u heeft daar nogal wat dingen gedaan, u heeft daar ervaring mee met die corporatie. Hoe had nou dat hele debakel eigenlijk voorkomen kunnen worden voor uw tijd? Ja, ik denk dat er eerder kritisch had moeten worden gekeken hoe het nou kan dat een corporatie in Nederland zo'n lagere rentelast heeft dan alle andere corporaties. En als je daar kritischer op was geweest, dan had je ook gekeken van hoe kan het nou dat je een lagere rentelast hebt en welke risico's heb je daarvoor genomen. En dan had je naar de risicobeoordeling moeten gaan en kunnen zeggen van nou zijn het nou verantwoorde of onverantwoorde risico's. Dus ik denk dat er alerter had moeten worden gereageerd. En niet juichend, ja, want dat gebeurde. Hè. Dus andere corporaties kwamen op bezoek bij Vestia om te horen wat het geheim van Vestia was, omdat ze zo'n lage rente hadden. Men had veel kritischer moeten kijken van hoe komt die rente daaruit voort? Wat heb je daarvoor gedaan? En welke risico's heb je daarvoor genomen? En met name, welke visie zit er nu achter de hele opbouw van je portefeuille? En die visie was, de rente gaat stijgen. En goed, ik heb het in het eerste stuk ook gezegd van hoedje voor mensen met visie. Want het is niet erg als een bestuurder een visie heeft. Maar het is wel erg als er in de organisatie geen checks en balances zitten. Waarbij iemand zegt van nou, Erik, laten we nog eens even rond de tafel gaan zitten. Want dit kan er gebeuren, dat kan er gebeuren, zus kan er gebeuren. Dus je moet je tegenkracht in je organisatie hebben om te zeggen van nou, dit zijn de dingen die er neerzitten. Dus de checks en balances op dat punt hebben totaal ontbroken. Het was ook
Het was ook niet iets waar de woonbedrijven bij betrokken waren en de ontwikkelbedrijven. Dit was iets van de Vestia groep, dus zeg maar de holding, waarbij eigenlijk drie mensen het uitmaakten. En dat waren Staal, Wevers en De Vries. En wat is dan de rol van de directeur-bestuurder, Erik Staal, in dat verhaal? Die tekende alle contracten. En Erik Staal is niet een persoon die blind een contract tekent. Ik bedoel, dat roept hij nu af en toe wel eens van, ik ben ook misleid. Nou, als u Erik Staal een beetje kent, dan is het niet iemand die 400 derivatencontracten tekent. En dat ze zeggen, bij dit kruisje moet je tekenen en die zet zijn handtekening. Dus die wist donders goed wat hij deed. Heeft hij ook zelf in Cobouw geroepen van, Treasury was zijn profit center. Dus dat was een bewust beleid om geld te verdienen aan de treasury. Dus hij was wat ik ook in het begin heb gezegd, van, hij was dus een financiële instelling geworden. En bij die financiële instelling had een risk management afdeling moeten zitten, daar had compliance moeten zitten, daar had andere expertise moeten zitten om te zeggen, van, wat ben je nou in feite aan het doen? En, past dat allemaal bij een woningcorporatie? In deze mate zeker niet. Kijk, ik vind wel dat je als woningcorporatie rentemanagement moet voeren. En daar horen ook swaps bij. Maar niet in deze mate. En je moet zeker niet op toekomstige leningen al dingen gaan neerzetten. Ik bedoel, als je gewoon je renterisico afwentelt op je bestaande leningportefeuille en dat in goede vorm doet, dan is er geen enkel bezwaar tegen om dat te doen. Maar dan weet je ook wat je doet. Dan kun je het ook uitleggen aan iedereen. Goed. We gaan nog even naar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, meneer Erens. U was daar zelf, als ik het goed heb, van 1999 tot en met 2003 directeur, klopt dat? Ja, bestuursvoorzitter, ja. Ja. In die tijd, dus onder uw leiding, zocht het Waarborgfonds, voor zover onze commissie dat kan zien, al naar kanalen om corporaties minder afhankelijk te maken voor wat betreft aantrekken van financiering bij die sectorbanken, de waterschapsbank en de BNG. Klopt dat beeld? Ja. Wat was de ratio om dat zo te willen optuigen? Nou, de ratio was dat je in feite in een markt nog maar twee aanbieders had. En die twee aanbieders waren BNG en de Waterschapsbank. Dus wat wilde je bereiken? We hebben heel veel gedaan aan voorlichting naar een aantal banken toe. We hebben ook gekeken of we samen met BNG en met ABN AMRO een MTN-programma konden neerzetten. Waarbij je dus op de markt in feite middelen zou kunnen genereren. En dat is omdat je niet afhankelijk wilde zijn van twee partijen en twee sectorbanken die ook zelf op een gegeven moment wel eens zeiden van, ja, maar wij moeten ook natuurlijk naar de totale performance gaan kijken van wat corporaties bij ons lenen. Want op dit moment lenen corporaties zo tegen de 90 miljard bij zijn geborgen bij het Waarborgfonds, waarbij meer dan 90% bij de twee sectorbanken vandaan komt. Dus je nam eigenlijk het initiatief om te zoeken naar alternatieve financiering buiten die twee sectorbanken om? Kwam dat nu vanuit de sector van de corporaties of meer vanuit WSB? Ja hoor, dat was ook van onze deelnemers, die vonden ook dat het moest gebeuren. Dat hebben we toen opgepakt. Dus het oorspronkelijke initiatief kwam uit de sector? Ja. En in de sector speelde toen ook het initiatief al van Colonnade. Hè. Ik bedoel, Colonnade waren een aantal corporaties die zich ook hadden verenigd om zelfstandig de markt op te gaan in die lijn. Alleen Colonnade is na een aantal jaren een stille dood gestorven. Tenminste, de afwikkeling is daarvan gestart. Omdat het grote probleem is, als je op de markt, financiële markt wil gaan, dan moet je ten eerste bekendheid hebben. En naar sociale volkshuisvesting staat ergens anders, toch anders bekend dan dat het hier bekend is. Hè? Dus het is toch meer de armenzorg. Ten tweede moet je ook heel vaak op die markt komen. Want banken willen liquiditeit hebben in die leningen. Dus die willen die leningen ook kunnen verhandelen. En als je één keer per jaar met een lening komt, of twee keer per jaar met een lening komt, dan heb je geen bekendheid, dan krijg je geen notering en heb je geen liquiditeit in die markt. Mm-hmm. Dus dat is gewoon heel moeilijk. Dus kunnen we nog even kort opsommen voor de commissie welke acties eigenlijk werden uitgevoerd om tot alternatieve financieringsbronnen te komen? En wie dat dan ook uitvoerde? Dat waren Roland van der Post, een paar medewerkers en ik. En we hebben heel veel voorlichting gedaan bij banken. Dus we zijn naar banken toegegaan, ook naar buitenlandse banken toegegaan, om uit te leggen hoe het systeem in Nederland in elkaar zit. Wat sociale volkshuisvesting is, hoe de zekerheidsstructuur in elkaar zit. Wat de borging betekende. En dat het
We hebben, dat het ook triple E-papier is. Hè? Dus ook een rating heeft van de Standard & Poor's voor Moody's van triple E. Dus dat gaf in de portefeuille toch ook een bepaalde zekerheid. Nadeel van triple E-papier is dat het geen hoge winstmarge kent voor de banken. Omdat het is goudgarant. Dus dat hebben we gedaan. En we hebben toen met BNG en met ABN AMRO rond de tafel gezeten. Om te kijken van nou, zou er een trekking kunnen komen van het MTN-programma om daardoor een continuïteit in de markt te hebben, waarbij een naast zeg maar directe leningen via de sectorbanken en andere banken ook daarin kunnen zitten. ABN AMRO was in die tijd nog een behoorlijke geldgever aan de corporatiesector. Die hebben op een gegeven moment hebben zij een onderhandse portefeuille hebben ze verkocht, en zijn dus uit die markt gegaan. En Rabobank, de plaatselijke banken, gaven ook nog wel geld. Maar Rabo International was niet een heel actieve partij om daar neer te zetten. Dus je zag echt die verstarring terug in geldgevers. En dat is een potentieel risico voor corporaties als je wil investeren om in feite partijen te vinden die willen financieren. In die tijd komt er, zo hebben wij dat begrepen, een gestructureerde lening van Communaal Krediet uit Oostenrijk. Ja. Dat was in die tijd dat u bij het WSW actief was, hè? Ja, dat is ongeveer op het eind dat ik er actief was, ja. Dat is dan een buitenlands product. Wat was dat precies voor iets? Een communaal krediet was in feite een soort derivaat, hè? Want de rente was gekoppeld aan ontwikkelingen. Even uit mijn hoofd, hoor. Volgens mij was het iets aan Zwitserse rente of zoiets gekoppeld. En dus je had een variabele rente die gekoppeld was aan andere zaken als dat we in Nederland gebruikelijk waren, een variabele rente. En die is toen neergezet en we hebben ook tegen de corporaties gezegd, er is helemaal geen bezwaar als je een beperkte variabele rente hebt, als je maar blijft kijken naar je renterisico, want een variabele lening telt constant door in je renterisico. Was dat er nou een speculatief element in? Weet ik niet, ik dacht het niet. Ja, variabel is altijd speculatief. Want als u variabele rente afsluit, dan ga je toch... meestal is een variabele rente lager dan een vaste rente op het moment van afsluiten. En je gaat er toch op vertrouwen dat je variabele rente in totaal van je looptijd je minder aan rente kost dan een vaste rente afsluit. Maar het is wel ergens een product natuurlijk met een liquiditeitsrisico. Was het gangbaar in de sector dat je... Het communaal krediet was, uit mijn optiek, was het geen liquiditeitsrisico. De lening werd gewoon gestort. Kijk, als de rente extreem zou worden, zou je kunnen zeggen, dan is de rente, als die extreem zou worden in de parameters die je hebt neergezet, ja, kan het je meer rente gaan kosten. Maar dat is, als je het in je totaalportefeuille maar heel beperkt is, zou dat mogelijk zijn. Maar dit soort producten waren die toen al gangbaar in de sector? Die kwamen toen een beetje op in de sector. Is dat nog ergens gecheckt aan figerende regelgeving, zoals het niet mogen speculeren of open posities mogen nemen? Nee, dat is allemaal netjes gecheckt. Ik bedoel dat. Dit product en die mogelijke risico's daarvan, stond dat op het netvlies van de Raad van Commissarissen van het Waarborg Fonds Sociale Woningbouw? Droegen zij dat ook, dat hele verhaal? Dat weet ik niet. Ik bedoel, volgens mij was het een te kleine post dat daar uitgebreid over gesproken is. Nee, dat zou ik niet meer weten. Dat product waar we het net over hadden, dat eerste buitenlandse product, die gestructureerde Oostenrijkse lening, communaal krediet, is dat formeel nog goedgekeurd daarna door het WSW? Ik denk het wel, want er is borging afgegeven. Kunt u nog zeggen in die tijd wie er concreet voor heeft gezorgd dat dit product beschikbaar kwam echt op de markt voor Nederlandse corporaties? Wie bij het WSW deed dat? Nou, bij het WSW niemand. Er was iemand die dat deed die vroeger bij het WSW heeft gewerkt. Wie was dat? Meneer Van Dijk, en die was voor zichzelf begonnen als Viva Finance. Was hij nog bij het Waarborg Fonds Sociale Woningbouw in dienst? Nee. Toen hij daarmee... Nee. Weet u of die meneer Van Dijk daar toen al fees voor ontving? Ik neem aan van wel. Ik bedoel, hij moest ergens van leven. Dus ik neem aan. Maar dat bedoel, in de geldwereld, makelaars krijgen altijd een fee. Hè? Ik bedoel, dus dat was bij hem waarschijnlijk ook. En dus ook, als je een fee krijgt, is ook helemaal niet erg. Als iedereen het maar weet dat je een fee krijgt. En van wie? Toen dit product eenmaal landde dan via meneer Van Dijk bij die corporaties,
Kunnen we stellen dat daarna die rode loper uitging voor meer van dit soort producten? Nou, ik weet niet of de grote loper uitging. Dat, ik moet eerlijk zeggen, dat is ook een beetje aan mij ontrokken geweest. Want het is, denk ik, gestart in 2003 en ik ben op een gegeven moment ben ik bij het WSW weggegaan. En ben ik een aantal jaren directeur van het NCCW geweest, het automatiseringsbedrijf. Dus ik had niet meer die, die binding op dat punt met... Hoe werd u bij Vestia voor het eerst geconfronteerd met tussenpersonen en fees die wel of niet betaald werden? Doordat meneer Greven zich meldde met zijn advocaat. Ja. En die meldde zich naar aanleiding dat hij ook in de krant een melding had gedaan. En dat hij blijkbaar angstig was geworden, dat was zijn verhaal dan, over allerlei dingen die gebeurden. En toen bleek ook, toen we het gingen uitzoeken, dat we hebben het ook uitgezocht, omdat, maar dan moet ik het verhaal even goed vertellen. Zijn advocaat die zei, gaf aan dat meneer Greven opening van zaken wilde geven aan Vestia. En als tegenprestatie hebben we toen afgesproken dat het bestuur van Vestia een briefje zou schrijven als zijn zaak voor zou komen. Dat hij had meegewerkt, dat was ook de enige tegenprestatie. En wij waren wel benieuwd van wat er allemaal gebeurd was. Dus wij hebben toen opening van zaken gekregen van zijn administratie. Dus, en op dit moment wordt er nog regelmatig met Greven overlegd over een aantal zaken die lopen. Want laat ik zo zeggen, de informatieverstrekking van meneer Greven gaat wel in stukjes. Dus dat, hij was vrij snel met duidelijkheid gegeven over wat hij aan meneer De Vries had uitbetaald. Maar... met andere zaken waar we uiteraard ook naar de banken toe steeds meekijken, is van wat is zijn rol precies geweest? Heeft hij er nou alleen maar als tussenpersoon gezeten om een fee door te betalen? En of een gedeelte van een fee door te betalen? Of was hij echt adviseur geweest? En was hij dan wel of niet bevoegd om als adviseur op te treden? Dus dat zijn dingen die lopen. Voordat Greven zich meldde met zijn advocaat, had hij toen enige notie van fees en tussenpersoon, et cetera? Nee. Goed, ik kijk nog even kort naar collega Bashir en daarna... gaan we naar een ander blok. Ik wil nog even terug naar dat product van communaal krediet. Want u was directeur-bestuurder bij het WSW. En toen heeft u de heer Van Dijk ingezet om dit product te bekijken. Weet u eigenlijk ook nog... Nee, u vertelt het verkeerd. Meneer Van Dijk is uit dienst gegaan. En is voor zichzelf begonnen. En vervolgens hiermee aan de slag gegaan. Hiermee aan de slag gegaan. Dus hij is WSW. Niet onder de WSW-vlag daarmee aan de slag gegaan. Maar hij was wel door het WSW gevraagd om hier naar te kijken? Nee, ik bedoel, dat was zijn eigen... Ik heb aan meneer Van Dijk... meneer Van Dijk was bij ons de hoofd van de afdeling vrijwaring. Hè. Toen het WSW startte, konden alle gemeenten konden ook hun garantie konden ze overdragen naar het WSW. Dat hebben ook vrijwel alle gemeenten gedaan. Nou, er moesten een heleboel dingen voor gebeuren. Daar was Van Dijk het hoofd van die afdeling van... Nou, die vrijwaring liep op zijn eind, hè? Dus vrijwel alle gemeenten hadden dat gedaan. En toen heb ik met meneer Van Dijk over zijn carrièrepad gesproken en aangegeven dat hij een heleboel capaciteit had, maar dat ik hem niet in een leidinggevende rol zag zitten bij het WSW. Dat vond hij zelf ook wel, hij was een beetje een vrijbuiter en het WSW was natuurlijk... ouderwetse organisatie, bedoel. Dus dat, dus toen, dat is duidelijk. Maar ja. Weet u ook wie de eerste klanten waren van dit product van communaal krediet? Nou, ik heb wel begrepen dat het in ieder geval Vestia was die de eerste klanten zat. Weet u ook dat dit hun eerste buitenlandse experimenten waren met producten? Ja, dat zal wel. Dat, ja. Hoe kijk je hierop terug? Want hier is natuurlijk wel het zaadje... dat vind ik verkeerd geredeneerd. Kijk, ik bedoel, als iemand een buitenlands bank vindt om een lening te krijgen onder bepaalde voorwaarden, kun je niet zeggen, hier is het zaadje meegelegd wat heeft geleid tot dat men naderhand 23 miljard aan derivaten heeft afgesloten. Kijk, corporaties zijn in die periode toch gaan kijken van, wat zijn nou mogelijkheden om de rentelast te beperken? Dus dan ga je ook kijken in je totale portefeuille. Of je een stukje in die portefeuille variabel kan doen. En communaal krediet was een lening met een variabele rente. Dus, dus ik denk dat het te ver gaat om te zeggen van... Ja. Daardoor is het de aanzet geweest tot het kopen van al die derivaten. Dan tot slot,
Wat waren nou in die tijd de ambities van het Waarborgfonds onder uw leiding? Was de ambitie ook om uit te groeien tot een grote corporatiebank? Nee, corporatiebank niet. Kijk, onze ambities waren er duidelijk. Ik bedoel, Ronald van der Post en ik waren daar het bestuur. En wat we hebben gedaan is, in de tijd met meneer Remkes, was de staatssecretaris, gekeken welke maatschappelijke activiteiten van corporaties zouden ook onder de borging kunnen komen. Er is toen een hele lijst gemaakt met activiteiten van corporaties die ook geborgd konden worden door de WSW. Dus dat betekent onder andere verzorgingshuizen, maar ook meer. Hè. Dus er is een lijst van gemaakt. Maar ik doel meer op de financieringkant, namelijk dat de WSW ook... Nou, kijk, het WSW waren niet de intentie om een corporatiebank te worden. Dat was de intentie om een corporatiebank te worden. Die lag daarvoor bij de NWR en bij het NCIV. Al jaren ervoor om een soort financieel instituut te worden. Dat hadden wij als WSW niet. We vonden wel dat je een brede schakering aan producten zou moeten kunnen bieden. En niet alleen in de... En dat je dus heel goed aan andere partijen duidelijk maakt hoe goed die structuur in elkaar zit in Nederland. En vlak daarvoor dat wij kwamen, daar heb ik nog aan meegeholpen, is ook de rating geregeld. Hè? Dus ook Standard & Poor's en Moody's. Dat was wel een heel belangrijk punt. Doordat je die rating had, kon je dus ook een product in de markt zetten waar in feite ook partijen konden zeggen van, hé, daar heb ik een heleboel zekerheid aan. Goed, dank u meneer Bashir. Ik ga nog even naar collega Groot. Een beetje op de flank, ja. Maar... Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben veel gesproken over de incidenten bij Rochdale en bij Vestia. En ik had wat vragen in relatie tot het volkshuisvestingsstelsel als geheel. Ja, ten eerste, is nou de gang van zaken bij Rochdale en Vestia, is dat nou een kwestie van persoonlijk falen of ligt het ook aan het stelsel? Nou, ik denk dat het stelsel op zich goed is. Ik denk je in het stelsel wel een duidelijk onderscheid moet maken tussen activiteiten die je doet voor je doelgroep en andere activiteiten die je doet. We noemen het nu DAAP en niet DAAP. Dus ik vind een corporatie is een taakorganisatie en geen onderneming. Dus om het maar zo te zeggen. Dus ik vind ook dat je je taken daarop moet richten. Dus je moet zorgen dat er betaalbare huisvesting is voor je doelgroep. Dat is waarvoor je in leven bent geroepen en je bent geen onderneming. Ik heb me ook altijd stijf geërgerd aan die discussie over maatschappelijke ondernemen, want het enige wat ons die discussie heeft opgebracht is dat we VPB betalen over onze sociale volkshuisvestingsactiviteiten. Dus als u kunt zorgen dat dat weer terug wordt gereisd, zou ik heel tevreden zijn. Maar dat is ook primair wat je moet doen. Wat je dus hebt gezien is dat corporaties veel meer nevenactiviteiten zijn gaan doen. En eigenlijk die nevenactiviteiten, in mijn optiek, niet de besturing en de sturing erop hebben gegeven die je zou moeten doen. Dus dat is een fout. Dus ik zou er altijd voor pleiten, ik ben helemaal eens met meneer Blok op dat punt, scheid nou de DAAP en de niet-DAAP activiteiten. En als in je niet-DAAP activiteiten, als men ondernemertje wil spelen, dan doet men dat, maar niet meer met het geld van de DAAP-activiteiten. Dus dat zul je dus daarin eruit moeten halen. En als niet-DAAP-activiteiten nodig zijn voor de ontwikkeling van een wijk, nou, dan staat nu in ieder geval in de conceptnovelle, dan moet in ieder geval de gemeente toestemming geven, het WSW moet toestemming geven, de minister moet toestemming geven, en dan is het eigenlijk ook een soort semi-DAAP-activiteit geworden. Maar ik vind dat je daar heel duidelijk moet zijn. En maar in het stelsel verder... Als ik aanbevelingen zou mogen doen, als u dat vraagt. Ik zou ook heel duidelijk zijn naar de functie van niet alleen toezichthouder, maar ook bestuurder. Ik vind dat je gewoon moet zeggen, na 8 jaar gaat een bestuurder weg. En als het gewoon een normaal gebeuren is dat een bestuurder na 8 jaar weggaat, dan is er ook niet een aureole omheen van hij heeft gefaald en al dat soort dingen. Na 8 jaar moet je gewoon als bestuurder weg. En als je het goed doet, ga je naar een andere corporatie toe. En als het gewoon stelregel is bij de corporaties, heb je ook gewoon genoeg plekken om naartoe te gaan als je in die sector wil blijven werken. Hetzelfde geldt bij toezichthouders. Er hebben de 8-jaarstermijn in neergezet. Nou, er hebben een heleboel organisaties een beetje de hand mee gelicht door te gaan tellen vanaf de nieuwe fusie. Hè. Dus dan ging de 8-jaarstermijn weer opnieuw binnen. Zo kon je het heel lang redden. En als laatste denk ik dat het heel goed is om je af te vragen hoe groot corporaties moeten worden.
Ja, daar kom ik zo meteen nog even op. Als je het hebt over vrijheidsschade voor woningcorporaties, over hun vermogenspositie. U hebt eerder een interview gegeven voor het jaarverslag van de Nederlandse Waterschapsbank. En daar zegt u, woningcorporaties net als een spel Monopoly. Als het even tegen zit, dan verkoop je gewoon wat huizen of je verkoopt gewoon een straatje en dan zijn de problemen weer opgelost. Ligt daar een probleem in de vermogenspositie van woningcorporaties, dat je daar heel gemakkelijk mee problemen kunt oplossen? Nou, kijk, dat ging over het verloop van de markten. Kijk, we hebben natuurlijk als corporaties, ga heel ver terug, 95 de debuteringsoperatie gehad. En toen zijn alle subsidies naar de toekomst, minus de leningen, zijn in één keer afgerekend. Wat in die tijd wel is geworden, en dat is nooit in de debutering meegenomen, is een enorme waardeontwikkeling in het bezit geweest. Dat hebben corporaties op een goede manier aangewend. Ik bedoel, want toen we in de brutering begonnen hadden we 2,4 miljoen woningen. En die hebben we nu nog steeds 2,4 miljoen woningen. Dus er is heel veel bijgebouwd wat gesloopt en verkocht is. Alleen, doordat je een waardeontwikkeling had in je bezit. En als je het niet zo goed deed en je had, plat gezegd, een rachel in één of meerdere projecten. Ja, dan kon je dat aardig verbloemen, want dan verkocht je een straatje huizen. En het resultaat van het straatje huizen kon je weer in feite je verlies mee verdisconteren. Dus je kunt niet praten van, is er nou een maximaal vermogen? Ik denk dat het heel goed is dat je duidelijk maakt hoe je met vermogen omgaat, hoe je vermogen waardeert. En dat ook gevolgd wordt in je vermogenspositie, wat nou geleid heeft tot plussen en minnen. En je kunt allerlei riskante nevenactiviteiten mee ontwikkelen, die vermogenspositie. Ja, maar wat we nu riskante nevenactiviteiten noemen, laat ik zo zeggen. In de loop der jaren hebben daar heel veel ministers zich over gebogen. En dat heeft er niet altijd toe geleid dat er minder riskante nevenactiviteiten waren. Want, ik bedoel, aan corporaties werd ook gewoon gevraagd om een heleboel dingen te doen. De hele wijkontwikkeling. En ik bedoel, het heet niet voor niks de Vogelaarwijken. Ik bedoel, daar hebben de corporaties natuurlijk heel veel in gedaan en gezorgd dat er een aantal dingen gebeurden. Dus waar we nu kritischer tegenover staan, vonden we een aantal jaren terug eigenlijk horen bij het werkgebied van de corporaties. Dus ik denk ook dat corporaties behoefte aan hebben, dat ook duidelijk eens een keer wordt gemaakt, ook vanuit de overheid, van waar zijn ze nou eigenlijk voor? En wat vind je ook dat corporaties wel mogen doen en niet mogen doen? En dat ook eens een keer 10 jaar lang volhouden. Bij een volgende kabinet of bij een volgende minister dat weer omgooien en zeggen van nee, nu dit wel en nu dit niet. Dus dat, en dan kun je ook als overheid, want dat is het gekke, ook vanuit het ministerie is er eigenlijk geen toetsingskader of een corporatie het goed doet. Ik bedoel, we hebben wat regeltjes die uit Europa zijn gekomen, dat je 90% van je woningen moet toewijzen onder een bepaalde grens. En dat wordt dan ook nu braaf afgecheckt en dan moet de accountants een verklaring over geven. Maar er staat nergens van hoeveel betaalbare woningen je moet hebben. Er staat nergens van, vind je nu dat de liberalisatie te ver gaat in het woningbezit. Ik bedoel, er worden wel dingen over geroepen. En ik denk dat een overheid, en het kan rijk en gemeente zijn, daar gewoon veel meer met de corporaties over moeten praten. En gewoon zeggen van, nou, wij vinden dat dat het volkshuisvestingsbeleid is. En daar zullen corporatiebestuurders niet altijd blij mee zijn. Maar ik vind wel dat je dat hele duidelijke toezichtskader moet gaan creëren. En ik denk dat het merendeel van de corporaties wel blij mee is. Want ik bedoel, laten we wel zijn, er is natuurlijk door de corporaties vreselijk goed gepresteerd in de afgelopen jaren. Ik bedoel, wij hebben geen banlieus. Ik ben een paar keer met mensen van Standard & Poor's en Moody's door wat wij dan slechte wijken noemen gelopen. Ja, dan kreeg je toch, en dan gingen we toch echt door de Schilderswijk en dan gingen we Rotterdam-Zuid kijken en dan zeiden ze toch aan het eind van, nou, wat zijn nou de echte problemen? Ik bedoel, dus ik denk dat dat een groot compliment is voor onze sector wat daarin gedaan is. Ja, misschien meer ook voor het beleid in het algemeen in Nederland. Jawel, dus dat is een samenspel tussen met name de lokale autoriteiten en de corporaties en geïnitieerd. Dus daarom denk ik dat je niet zo heel gauw moet zeggen van je moet dingen beperken, maar je moet wel duidelijkheid maken. En als je duidelijkheid maakt tussen van wat je vindt wat corporaties moeten, en dat is de DAAP, en wat ze misschien onder voorwaarden mogen, niet DAAP, vind ik wel dat je moet zorgen dat je de financiële schakels daartussen weg gaat halen. En dat kan niet één op één, hè, want ik bedoel, dan daar heb je een overgangsperiode voor nodig, maar je moet het wel weghalen, die schakels. En dat, en dan is het minder leuk misschien voor sommige mensen om er te werken, maar ja, dan moeten ze maar ergens anders gaan werken.
Ik wil nog even hebben over fusies. Is het nou toevallig dat Elsdeel en Vestia dat beide fusiecorporaties zijn? Heeft dat de relatie met de incidenten? Nee, want dat zou u alle andere corporaties ook moeten noemen die veel gefuseerd zijn. Wat je wel ziet bij de fusie is, bij Vestia zijn een aantal fusies gebeurd. Ook op verzoek van Centraal Fonds en het ministerie. Vestia heeft Verantwoord Wonen overgenomen. Vestia heeft SGBB overgenomen. Vestia heeft Stadswonen overgenomen. Als de puis van de derivaten niet open was gegaan, dan had Vestia WSG overgenomen. Want daar liepen ook de gesprekken al over. Dus er zijn ook een aantal fusies geïnitieerd door dat men toch vertrouwen had in de organisatie. En voor de rest is er heel veel, bijvoorbeeld door Vestia, heel veel kralen geregen, doordat men iedere keer weer andere partijen overnam. En daar speelde toch gewoon een beetje mee van, hoe zeg ik dat netjes, van ja, wie heeft de grootste corporatie? Hè? Dus je hebt toch een soort machtsstrijd gehad van wie is de grootste? En ik denk dat dat niet goed is. Dus ik denk dat je ook fusies op zich helemaal niks mis mee zijn. Alleen je moet, als je bij een fusie toe besluit, dan moet wel heel duidelijk zijn, wat is nou het volkshuisvestelijk doel? Wat worden onze huurders er beter van? Hoe kunnen we zorgen dat de fusie in ieder geval minder kosten oplevert? Nou, de praktijk nu is dat het meestal tot meer kosten leidt. Dus op zich. U zegt dat er dus soms ook gefuseerd wordt uit niet-volkshuisvestelijke motieven. Dan gaat het bijvoorbeeld om wie is de grootste, wie heeft de meeste macht. Ja. En gaat het ook om bijvoorbeeld macht hebben ten opzichte van een bepaalde gemeente? Ja, ook in gemeente is het wel. Kijk, het maakt toch iets uit als je bij de gemeente binnenkomt en je bent de enige. Of je bent verreweg de grootste corporatie in je onderhandeling met een wethouder. Ik bedoel, dat speelt gewoon mee. Dus ik denk ook dat je met fusies. Maar alle fusies, laten we daar wel mee zijn, alle fusies zijn goedgekeurd door de minister. Ik bedoel, in onze toelating betekent dat je voor elke fusie moet een heel verhaal worden ingediend en moet de minister toetsen of hij daarmee eens is. En die moet daarin ook toestemming geven. Dus ja, wat mij heel erg verbaasd heeft is, terwijl we de hele discussie hebben dat de corporaties te groot worden, dat dan IJmeren nog een keer gaat fuseren met Weesp. Dan denk ik van, dat is eigenlijk een beetje tegen. Dat is een kwestie van goed toetsen dan. Ja, maar je moet ook. Kijk, wat we hebben gemerkt met Vestia is dat Vestia een soort systeemcorporatie is geworden. Vestia werd zo groot dat als Vestia omviel, dat het effect voor de sector veel te groot is. Dus in feite zou je moeten zeggen, nee, je moet corporaties hebben. En dat doet het WSW nu. Hè. Het WSW zegt nu, je mag een maximaal leningniveau hebben. Maar goed, dat kun je niet met terugwerkende kracht doen. Maar je moet wel gaan toetsen van hoe is het risico van voor de andere corporaties, als een corporatie te groot wordt en daar wat mee gebeurt. Want alle andere corporaties zijn in het stelsel verantwoordelijk voor de schade die een corporatie eventueel kan aanrichten. Heeft u een idee wat nou de optimale omvang zou moeten zijn van een woningcorporatie? Ja, dat ligt in termen van efficiëntie, banden met de huurders. Ik denk dat je moet gaan kijken van welk woningmarktgebied je doet. Hè? Want als je woningmarktgebied groter is, dan denk ik dat je een grote corporatie moet hebben. Ik denk dat het heel van belang is dat je als corporatie voorop stelt, wat draagt mijn fusie bij aan de betaalbaarheid voor de huurder? Dat is de eerste uitgangspunt wat je moet gaan doen bij de fusie. En die betaalbaarheid voor de huurder moet je terug kunnen vinden in dat je misschien andere producten, nieuwe producten kan neerzetten. En die kan ook zijn dat je minder kosten hebt. Maar of je nou moet zeggen het is 30.000 of 40.000, dat is afhankelijk van de plek waar je zit. Ik bedoel, ik denk dat het goed is als in een gemeente er meerdere corporaties zijn. Dus dat je niet één corporatie in een gemeente hebt, dus dat je ook meerdere partijen hebt erin te hebben. Ja, en dat betekent dat je in Amsterdam groter kan zijn dan dat je in Bilthoven bent. Dus dat is een beetje afhankelijk van de omvang. En je moet wel binding hebben. Dus een corporatie die net als Vestia in 200 gemeenten zit, ja, dat is natuurlijk flauwekul. Ik bedoel, dan zit je in Geertruidenberg, terwijl je ergens in Deventer dan een kantoortje hebt wat het moet gaan doen. Dus je moet wel binding hebben in het woningmarkt. Maar het is niet een bepaalde maximale omvang te geven, ja, boven een bepaald niveau, dat dan gewoon de kosten weer gaan stijgen per uur de eenheid. Ja, maar goed, dat zie je bij de meeste fusiecorporaties. Dat is ook al het makkelijkste met bezuinigen. Je haalt altijd de managementlaag weg. Dus wat je ziet gebeuren is dat bij corporaties, als ze fuseren,
dat er heel vaak een managementlaag tussenkomt. En die mensen zijn allemaal hard aan het werk, hè? Dus het is niet zo dat ze niks doen. Maar je ziet dus dat de organisatie groter groeit en dat in feite dan ook de overhead meegroeit in die lijn. Ik ben een beetje ouderwets, dus ik heb al een hekel aan grote stafafdelingen, want dan krijg je machten in een organisatie. Dus ik probeer altijd stafafdelingen zo klein mogelijk te houden. En ik vind ook dat je moet zorgen dat je je managementlagen laag houdt. En als je fusie ertoe leidt dat je veel meer managementlagen gaat krijgen, of dat je niet meer het gevoel hebt als bestuur of als directeur met je huurders, ja, dan ben je misschien te groot gegroeid. En dat gevaar ligt op de loer bij... Dat gebeurt eerder bij een grote corporatie als dat je bij een kleinere corporatie zit, ja. U had het eerder in het gesprek ook over de bijlmen en concurrentie tussen projecten en wie de koning was, wie de koning zou worden in de bijlmen. En toen zei je, dat zie je, dat soort concurrentiestrijd met prijs op de eigen effect, dat zie je ook wel elders in corporatieland. Kunt u daar wat voorbeelden van geven? Nou, als u naar het dossier van WSG kijkt, dan ziet u dat meneer Spam gewoon zijn collega's overbood. En dan kreeg hij de projecten. Nou, zo zie je wel meerdere projecten. Je hebt ook projecten waarbij andere partijen meedoen dan corporaties, en waarbij de corporaties beduidend meer bieden. Dus dat, en dat komt omdat dan toch... misschien dat het een ander gevoel is van geld wat je investeert, als het geld is wat niet van jezelf is, als dat het geld van jezelf is. Dus ik denk dat het heel verstandig is dat je voorkomt dat corporaties tegen elkaar gaan opbieden. En dat is in het verleden op een aantal plekken gebeurd. Ik bedoel, ook bij bijvoorbeeld privatisering van gemeentelijk woningbedrijven. Ook daar hebben meerdere corporaties toenertijd gesprekken gevoerd, hè. Dat deed de gemeente dan ook. En dat was wel handig als je meerdere corporaties had, als je ging privatiseren of uitverkopen. Want dan werd er toch ook gekeken van welke corporatie is het bereid de meeste toezeggingen doen. En dat kan qua investeringen zijn, maar het kan ook zijn dat je je onderhoudsfonds niet meeneemt en dat soort dingen. Dus dat, hoe zou je dat dan kunnen bereiken, dat corporaties meer gaan samenwerken in plaats van concurreren in feite op kosten van de huren? Ja, ik denk dat je heel goed moet... Kijk, je bent geen concurrent van elkaar. En dat concurrentieverhaal is er veel meer ingekomen toen we andere dingen zijn gaan doen. En toen we zelfstandig koopwoningen gingen ontwikkelen, werd je wel concurrent. Hè? Want de koopwoning van Rochdale, om het maar even in het voorbeeld te doen, die concurreerde met de koopwoning van IJmeren en met de koopwoning van De Kei. Dus je bent met name in die lijn ben je heel veel concurrentie gaan doen. En ik denk dat het niet verstandig is om dat te doen. Nou mag je ook geen prijsafspraken maken in Nederland. Hè. Dus het is je ook verboden om te zeggen van, nou, als corporaties gaan we bij elkaar zitten en we doen een soort kartel en we spreken allerlei dingen af. Dus dat mag ook niet. Maar je moet je heel goed afvragen als corporatie van, wat is mijn toegevoegde waarde als ik een aantal zaken doe? En maak die toegevoegde waarde maar manifest. En ik vind dus dat een ministerie bij fusies, maar ook bij bepaalde projecten, gewoon keihard moet zeggen, leg nou maar je toegevoegde waarde uit. En waarom doe jij het nou? He, want als de markt het laat liggen, om het maar heel plat te zeggen, waarom moet je het dan als corporatie doen? Dat kan zijn dat je zegt, het past in mijn wijkontwikkeling. Maar dan moet het er ook echt in passen. Maar op het moment dat je dus heel veel aan het ontwikkelen bent, als je bij Rochdale bijvoorbeeld keek, Rochdale had een onverkoopbare voorraad van 450 koopwoningen. Dus dat betekent, als je die koopwoningen, die moet je dan gaan dumpen op de markt. Hè, om het, en er waren dus koopwoningen die als koopwoning waren gebouwd. Hè. Of je neemt ze in de huur. En als je ze in de huur neemt, dan kun je weer een ton afboeken als onrendabele top. En er was blijkbaar niemand die had gezegd van, hoe kan het nou dat we zoveel koopwoningen hebben? Dus dat, want dat was een beetje de tijd. Ja. Nog een vraag over het externe toezicht. Zoals het nu naar uitgezet ziet, gaat dat weer teruggehaald worden naar het ministerie. Het Centraal Fonds wordt ondergebracht bij het ministerie. Wat vindt u daarvan? Nou, kijk, ik vind, de minister is verantwoordelijk, hè, los van waar het Centraal Fonds zit. Of het nou een ZBO is of dat het nou bij het ministerie zit. De eindverantwoordelijkheid voor toezicht ligt bij de minister. Ja. En eindverantwoordelijkheid kun je nooit delegeren. Dus ik vind het ook een beetje een academische discussie. Want of het nou bij het ministerie zit en goed wordt gescheiden van beleid, of dat het in een ZBO zit, apart. Ik denk dat de minister zich goed moet vergewissen, wordt het toezicht op een goede manier uitgevoerd.
Alleen wat ik jammer vind is dat je, als je toezicht hebt, moet je toezicht ook wapens geven. En het huidige Centraal Fonds kent natuurlijk amper sanctiemaatregelen. Dus op het moment of je het nou bij het ministerie stopt, of dat je het nou bij het Centraal Fonds, zeg maar in de oorspronkelijke opvatting van de woonautoriteit, dan moet je daar neerzetten en dan moet je wel middelen geven en dat men ook sancties kan instellen om neer te zetten. En voor de rest vind ik het een beetje academische discussie van of het nou bij het ministerie zit of dat het als ZBO is. En eigenlijk als je die discussie aangaat, heb je een discussie over de integriteit van het ministerie. En ik denk dat het niet verstandig is om die discussie over integriteit te gaan doen. Want waarom zou de minister misbruik maken als het bij de minister zit, als dat het zelfstandig is? Ik denk dat het voor de benadering en de toenadering beter is dat het zelfstandig blijft. Maar ik denk dat ook de minister wel geleerd zal hebben uit de afgelopen jaren dat ook het toezicht houden op het Centraal Fonds ook wel belangrijk is om dat vanuit het ministerie te doen. Hoe was in uw tijd dat u bij het Waarborgfonds was? Hoe was in uw tijd de relatie met het Centraal Fonds? Goed. Geen spanningen, geen competitie? Nee, maar we hebben ook weinig saneringen gehad. Hè? Dus dat is, kijk, we zaten wel regelmatig bij elkaar en zeiden, goh, bij welke corporaties vinden jullie nou dat het wat minder gaat en bij welke vinden jullie dat het beter gaat? Dus je zat daarbij on speaking terms. Dus je zat, laat ik zo zeggen, het waren gescheiden organisaties. Jan van der Molen en ik hebben allebei een relatie bij de NWR, waar we elkaar van kenden. En het ging eigenlijk in een goede harmonie. Ik bedoel, dus dat. Maar misschien als er toen ook een Vestia was opgetreden in die mate als nu, was het misschien anders gelopen. Maar dat hadden we niet. En het liep goed. We hebben ook gezamenlijk de naadloze aansluiting bedacht, om er iets te noemen. Dus, dat dateert van die tijd. Ja. Ten slotte. En nog even weer geëipt op dat interview in het bij de Nederlandse jaarverslag van de Nederlandse Waterschapsbank. Daar zegt hij ook, het is opvallend, maar in de 12 of 13 incidenten van de afgelopen 3 jaar, waren de hoofdpersonen allemaal mannen en allemaal van de leeftijdscategorie dat ze beter een motor hadden kunnen kopen en daarmee gaan rondcrossen dan hun organisatie aan dat gedrag blootstellen. Kunt u dat toelichten? Ja hoor, ik kan wel toelichten. Kijk, ik vind dat voor een raad van commissarissen heel belangrijk is dat je gaat kijken naar welke leiderschapsstijl heeft iemand in een organisatie. Dat je ook goed gaat kijken van, is mijn boegbeeld, hoe manifesteert die zich en wat zijn het voor zaken die erin zitten? Hoe zit de organisatie onder het bestuur neergezet? En als je de incidenten pakt, dan is het opvallend, een aantal tendensen. Het zijn voornamelijk mannen. Het zijn voornamelijk mannen in een bepaalde leeftijdsgroep. Ze hebben ook vaak een voorzitter van de Raad van Commissarissen waar een langdurige relatie mee zit. En dat zal geen één-op-één relatie zijn, maar het zijn wel tendensen waar je volgens mij naar moet gaan kijken. Dat zijn toch de softe kant van een aantal zaken. En ik wil niet zeggen dat het hierbij beperkt moet blijven, maar je moet toch gaan kijken van hoe gaat het nou echt in een organisatie? Wat zijn de soft controls die erin zitten? En toen heb ik als grap gezegd van nou, je bent een corporatie veel beter af als je bestuurder 50 of 55 wordt. Geef hem een motor, dat is veel goedkoper, want dan wil hij geen monumenten achterlaten. Dus dat dus in het kader moet je zien. Maar wat ik mee bedoeld heb te zeggen is dat je dus niet alleen naar de hard controls moet gaan kijken van hoe zijn allerlei dingen geregeld in een organisatie? Want op papier Rotsdale was ISO gecertificeerd. En bedoel, maar als niemand zich eraan houdt, dan is het mooi. Maar dan houdt het natuurlijk gewoon op. En heb je het idee dat er nog steeds van, we hebben het in feite over zonnekoningen. Of mannen die een testosteron toch kwijt moeten. Is dit nog steeds het beeld in de sector? Lopen er nog steeds zonnekoningen rond in de sector? Als ik voor mezelf zeg, hopelijk wel, want dan hou ik werk. Hè, maar goed, maar even los daarvan. Ik denk niet dat we het laatste incident hebben gehad. Ik bedoel, ik denk niet dat we? Ik denk niet dat we het laatste incident hebben gehad. Ik denk dat het heel goed is om toch, elke raad van commissarissen beveel ik aan, om toch eens heel goed te kijken van hoe is de besturing en de sturing in de organisatie neergezet. Hoe komen besluiten tot stand? En
En wat je heel vaak hoort is, we hebben de markt tegen. Hè? Maar de markt tegen zijn wel dingen die je in een risico had moeten meenemen. Dus ik hoop dat ik ongelijk heb. Maar ik ben er pessimistisch over dat dit het laatste incident is wat we hebben gehad in de corporatie. Dus er blijft een permanente taak voor raad of commissarissen. Ja, en de bollen. Ik denk ook dat de professionaliseringsslag die bij commissarissen begonnen is, nog veel verder moet worden doorgezet. En ik hoop ook dat er veel meer instroom komt in de raad van commissarissen. Van niet alleen maar mensen zoals ik, die aan het eind van hun carrièrepad zijn en dat leuk vinden om erbij te doen. Dat je dus ook een andere groep mensen naar binnen haalt om lid van de raad van commissarissen te zijn. Goed, dank u wel. Dank meneer Groot. Nog even de heer Oskam. Ja, meneer Erens, het laatste, dat triggert mij natuurlijk, wat u zegt. U bent heel gezaghebbend in de sector, u bent ook heel ervaren. En ik denk stiekem ook wel een beetje onafhankelijk. Wie zijn nou de huidige zonnekoningen, of de potentiële zonnekoningen? Ja, ik heb geen lijstje met namen, maar ik denk dat u gewoon moet gaan kijken van welke mensen. Wie maakt nu alleen de dienst uit en waar zit nou een sterke raad van commissarissen? Ik bedoel, dan denk ik dat het goed is dat, ik vind dat ook de primaire taak bij commissarissen liggen en misschien ook wel bij Edes liggen, om daar toch heel kritisch naar te kijken van hoe komen dingen tot stand. Ik kan niet van buitenaf in allerlei tenten binnenkijken, maar u hebt me de vorige keer ook gevraagd. Hè? En ondertussen is het WIF gekomen. Ik bedoel, dan praat je toch ook over heel veel corporatiegeld wat ter discussie staat. Dus kijk, het gaat ook om de mix. Als je een raad van commissarissen hebt die zeer inventief is, ja, en een bestuurder die is ook inventief, ja, dan cumuleert dat. Dus je zult heel goed moeten kijken hoe dat gebeurt. Ja. U noemt een aantal ingrediënten. Wat wij natuurlijk tegenkomen en wat we in de loop van de komende weken ook nog wel tegenkomen, is frauderende bestuurders, mensen met grootheidswaanzin of een gebrek aan realiteitsgehalte. Ook mensen die niet inzien dat ze halverwege moeten stoppen, maar dan toch maar doorgaan en het erger maken. En ook mensen die de Raad van Toezicht buitenspel zetten. Missen wij daar nog andere ingrediënten om een zonnekoning te kunnen herkennen? Ja, mensen die zich heel vaak voorstaan op dingen. Denk ik, toen ik nog gewoon met de accountsector werkte, dan had ik een oudere vennoot en die zei tegen me van, als een klant van je heel vaak in het Stan Huygensjournaal staat, dan moet je maar eens gaan kijken of hij nog met zijn tent bezig is. En dat zijn dingen die je toch heel vaak ziet. Als iemand niet meer als voornaamste zijn eigen tentbestuur heeft en zich overal manifesteert en neerzet, dan moet je afvragen, hoe heeft hij dan geregeld in die club waar hij in feite bestuurder is? En dat zijn toch zaken die er neerkomen. En wat ik het belangrijkste probleem vind in die lijn, hoeveel raden van commissarissen durven de discussie met hun bestuurder aan? En zeker op het moment dat je eigenlijk wel vindt dat hij het goed doet, hij of zij het goed doet, en toch het gevoel hebt, een beetje, toch een beetje naar mevrouw Hoenderdos toe, van het ging best goed bij Rotstel, en toch had ze een onbestemd gevoel dat het dingen niet goed gebeurden. Ja, en hoe hard durf je nou als commissarissen te zeggen van, goh, hartstikke goede bestuurder die we hebben, maar wij willen toch dit en wij willen toch dat. Dus het is niet alleen professionaliteit, maar het is ook durf. En ik vind dat het ook geldt voor de accountant. Dat geldt voor de externe toezichthouder. Die toch de confrontatie durven aan te gaan met partijen. En zowel bij Vestia en ook bij Rotstel heb ik toch moeten constateren dat ook die partijen niet die confrontatie en die durf aan gingen. En dan, dan houdt het op een gegeven moment een keer op. Hè? Ik bedoel, dan. Dank. Ten slotte de heer Mulder. Dank. Ja, meneer Erens, u bent al sinds 1984 actief in de corporatiesector. En u weet veel van de corporaties, hebben we vanochtend kunnen horen. Stel, u bent huurder van Vestia of Rochdale. Wat zou u dan tegen de heer Mullenkamp of de heer Staal willen zeggen, wetende wat u weet? Dat ze mijn geld hebben opgemaakt. Dat ze slecht hebben gezorgd voor hun sociale
voor een sociale maatschappelijke taak die ze hebben. Dus dat ze niet hebben gedaan waarvoor ze aangenomen zijn. En dat betekent als bestuurder bij een woningcorporatie zorgen dat er betaalbare woonlasten zijn. Meneer Erens, dank. We zijn aan het einde gekomen van dit openbaar verhoor. Ik dank u zeer. Ik sluit de vergadering. Okay.